Goedemiddag. 23 juni, 16:15 en zoals altijd stipt op tijd van start. En welkom op ons InfoCare Summer Event. Vandaag gaan we het hebben over de geestelijke gezondheid en de geestelijke gezondheidszorg. En vooral, zoals jullie gewoon zijn van InfoCare, met een blik vooruit en soms ook ver vooruit. Het concept voor vandaag is dat wij een soort van talkshow gaan organiseren, die ik zelf ga modereren, maar niet alleen. Ik ga dat doen samen met een centrale gast, en dat is Binu Singh, die ik graag meteen aan jullie wil voorstellen. En straks gaan wij samen 10 gasten ontvangen, die elk een verhaal hebben of een oplossing hebben of een toekomstvisie hebben rond geestelijke gezondheidszorg. Spannend, hè, Binu? Absoluut. Ja? En ook heel benieuwd. Ja, hè? Ja. Wij zijn samen ongelooflijk benieuwd. Maar misschien eerst voor de mensen thuis die jou nog niet kennen, Binu. Wie is dokter Binu Singh? Binu Singh? Binu, stel jezelf eens voor. Ja, wie ben ik? Kinder- en jeugdpsychiater. En ik werk binnen UPC KU Leuven, in Gasthuisberg gelokaliseerd. En daar werk ik op Kleine K, waar wij een zorgprogramma aanbieden voor baby's en peuters die problemen hebben. Ja. En dat is toch wel mijn passie, om bezig te zijn met het allerjongste kind. En dat we diens welzijn en gezondheid kunnen bevorderen. En dus daar preventieve kinderpsychiatrie. Ja. Dat is mijn dada zo. Ja. Ja. En Kleine K, hè? Je zegt het zelf. Maar dat is toch een thema dat nog niet zo heel lang echt zo genoeg aandacht krijgt, denk ik. Hè? Zo de... Nee, dat is een opkomende tak binnen mijn vakgebied, die wel al van in de jaren 90 bestaat. Dus er is wel al heel wat onderzoek beschikbaar en know-how. Maar ik voel wel dat zeker in Vlaanderen het nu echt zijn doorgang begint te vinden. Dat men echt begint zo tot op beleidsniveau na te denken van misschien kunnen we veel vroeger in ontwikkelingstrajecten interventies aanbieden, zodat we voorkomen dat die jonge kinderen later patiënten worden in de geestelijke gezondheidszorg. Ja. En dat is een mooie beweging, vind ik, want er valt daar heel veel te halen, zowel voor het individu als voor ons als samenleving. Ja, ja. Absoluut. Dus preventie al van letteren. Ja, toch wel. En ik denk dat het daarom mij ook zo passioneert, omdat nog altijd is het zo dat voorkomen toch beter is dan genezen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Zeg, Binu, mensen zeggen mij wel eens van, Binu Singh, dat is zo'n beetje de nieuwe Peter Adriaans en zo. Oei. Nee, maar je bent toch meer en meer ook wel zo'n beetje het gezicht of de spreekbuis van? Mag ik dat niet zeggen? Nee, want ik denk, niemand wil in de grote schoenen van Peter Adriaanse gaan staan. En dat is zeker niet mijn ambitie. Ja, en het leven loopt soms zo dat dingen op je weg komen en je rolt daar wat in. Het is niet dat ik dat ooit geambieerd heb. Maar wat mij wel altijd gepassioneerd heeft, is om stem te geven aan het jonge kind. Want die kan niet voor zichzelf spreken, die kan geen witte marsen lopen in Brussel, die kan niet spijbelen op school om te protesteren of om te laten horen van ik heb hier ook noden en ik ben ook evenveel mens als de rest. En ik heb ook rechten. En dat ligt wel heel dicht bij mijn hart, zo, om het jonge kind toch een stem te geven. En ja, ik heb doorheen de tijd ontdekt om toch ook de andere kanalen dan alleen mijn klinische praktijk, dus ook de media, dat als ik dat gebruik, dat toch wel als heel dienstbaar wordt ervaren. Want heel veel ouders bij ons op Kleine K zeggen, maar ik heb dit gevonden omdat ik het daar heb gelezen, omdat ik die podcast heb gehoord of omdat ik u daar heb horen spreken. Dus ik probeer op die manier eigenlijk top-down, de know-how die we weten, top-down tot bij de ouders te krijgen. Want daar moet het gebeuren en daar moet het uiteindelijk landen. En ik doe dat eigenlijk omdat ik een leemte voel. Omdat ik voel dat we als hulpverleners nog groeiende zijn om ook deze tak van de geestelijke gezondheidszorg te leren kennen en daar iets van te weten. Dus op tijd dat te herkennen en te erkennen en te gaan verwijzen ook. En dat we daar nog groeiende zijn. En
En in dat opzicht denk ik, ja oké, als dan de media helpt om die ouders intussen al wel te bereiken, is dat misschien een weg. Ja, absoluut. En de bewustwording is belangrijk daar rond in onze samenleving. Zeker. Ja. Mooie missie. Ik draag daar mijn steentje bij, gelukkig niet alleen. Dus als mensen dat zeggen, dan denk ik, ja, ik ben misschien een iets zichtbare gezicht, maar er zijn echt wel heel veel mensen die daar mee hun schouders onder zetten. Precies. En dat is mooi, hè. Voilà. En één van die mensen, niet rond de infant, maar wel in de psychiatrie, is onze eerste gast. Ja. En dat is Patrick Penders, die zo meteen onze studio zal komen binnenwandelen, Binu. Patrick is directeur van het psychiatrisch centrum Sint Amandus in Beernem. Dicht bij mijn vakgebied. Ja, hè? De eerste gast zit inderdaad... dicht bij jouw vakgebied en in jouw sector. Daar is hij. En daar is Patrick. Patrick, kom erbij. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Hallo. Dag Patrick, goedemiddag. Hey. Voilà, Patrick, welkom. Voilà, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben in de eerste plaats blij dat InfoCare geestelijke gezondheidszorg, als thema gekozen heeft. Doet mij veel plezier, dus een uur en een half... praten over geestelijke gezondheidszorg, over de toekomst, de visie, nieuwe dingen. Dus dank je wel voor de uitnodiging. Ja, met veel plezier. Bedankt om hier bij ons te willen zijn. Hè. Patrick, ik vlieg er meteen maar lossend door. Je bent directeur van een psychiatrisch centrum, hè, Sint Amandus in Beernem. Als we zo een keer kijken, we gaan vooral vooruitkijken vandaag. Ja. Als je zelf een keer vooruitkijkt, of misschien een beetje mag dromen, hoe zie jij dat verder zo... De residentiële misschien, of de geestelijke gezondheidszorg, hoe zie jij dat verder ontwikkelen? Er mag een beetje dromen bij zijn, hè, Patrick. Wel ja, ik heb, zoals je ziet, ik heb eigenlijk een papiertje bij. Ik ga dat niet openplooien, ik ga het niet aflezen, maar er is zoveel op dit ogenblik in beweging binnen de geestelijke gezondheid, binnen de geestelijke gezondheidszorg. En ik ga een aantal dingen misschien vertellen die op dit ogenblik echt... volop in gang geschoten zijn, maar ook een aantal dingen die nog beter zouden moeten kunnen, waarvan we hopen dat ze in de toekomst ook effectief gerealiseerd kunnen worden. Ja. Verras ons, Patrick. Wel, ik weet niet of ik u ga... Ik leg de lat alleen maar zo hoog. Ik weet niet of ik u ga verrassen, als men mij zou vragen, wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die op dit ogenblik... sinds enige tijd, maar ook vandaag nog volop aan het gebeuren zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik zal mij misschien net iets meer richten op de residentiële, maar dat geldt uiteraard ook voor de andere zorgactoren dan de psychiatrische ziekenhuizen. Maar het allereerste dat ik hier heb opgeschreven, dat kwam direct bij mij op, dat is de manier waarop vandaag zorgverleners, professionals... meer dan vroeger, misschien soms veel meer dan vroeger, proberen samen te werken. En samenwerken in de vorm van co-creatie, samen dingen doen met hun cliënten, met hun patiënten, met de familie. Dat is een enorme vooruitgang die we vandaag dagelijks voelen. Ik ben iemand die al net iets ouder is dan gemiddeld. Dus ik werk al heel lang binnen de geestelijke gezondheidszorg. En dit is toch wel, denk ik... Ik heb het nu niet over therapeutische inhoud, maar als het gaat over allianties en relaties. Geestelijke gezondheidszorg is uiteindelijk samenwerken, in relatie gaan met mensen. Dit is een fundamentele... vernieuwing die al een tijdje bezig is, hoor, maar die nu echt helemaal vooraan niet meer weg te denken is. Ja, net zoals dat de muren van rond het psychiatrische centrum verdwenen zijn. Ja, dat ligt al gelukkig lang achter. Zijn nu ook die muren helemaal weg, om eigenlijk ook effectief tussen verschillende sectoren, maar ook patiënten, familieleden, absoluut, zorgverstrekkers echt samen. Absoluut. Ik vraag me dan af, mag ik Patrick zeggen? Ja, absoluut. Ja. Ik ben altijd heel nieuwsgierig als mensen die al langere tijd in de praktijk staan, hè, dat wij jonkies daar heel veel van kunnen leren. Ik vraag me af, als u zegt, we moeten meer in relatie gaan met de patiënt en zijn context, zal het dan zo noemen, mag ik het zo samenvatten?
Is het dan een verschuiving die meer en meer dient doorgezet te worden van dat we vroeger dachten van ja, het individu is het probleem, het is dienstprobleem en we lossen dat op en die is daar vooral verantwoordelijk voor, naar dat het individu ook een product is van zijn omgeving. Hmm. Dat de omgeving absoluut ook bepaalt hoe het met ons gaat, wie we zijn, dat dan een enorm grote invloed kan hebben, leren we steeds meer. Is dat wat je wat bedoelt? Van we moeten daar meer mee gaan werken met dat inzicht? Of, ja, absoluut. Of hoe kijkt je daarnaar? Ja, je zult daar waarschijnlijk een evolutie in zien doorheen je carrière. Niet? Nu, eigenlijk, die inzichten hebben we al lang. Hè. We weten al lang hoe belangrijk het is dat mensen... wanneer ze na een behandeling, zeker een residentiële behandeling, ze een tijdje weg zijn uit hun context. We weten heel lang hoe belangrijk het is wanneer ze teruggaan naar die context. Ja, en daar is niets veranderd. Of die context is niet mee betrokken. Hoe moeilijk het dan is. Hè? De context moet al heel sterk zijn hè? Om vervolgens verder mee op weg te kunnen gaan met die cliënt. Dus het is echt wel belangrijk om de context, als er een context is, want dat is ook niet altijd zo, wanneer er een context is, om de context mee te nemen in het verhaal van de cliënt, samen met de cliënt. Met een familielid, of dat kan ook een vertrouwenspersoon zijn. Bijvoorbeeld de verslavingszorg, bijvoorbeeld heel concreet. Ja, dat weten we ook, dat een behandeling... residentieel, dan gaat het vaak al over complexe problematiek, want niet alle verslaving moet uiteraard residentieel behandeld worden. Ja, hoe belangrijk het is om dan in een context te komen waar misschien ook dingen veranderd zijn. Hè? Dus in die zin is het bijna een onlosmakelijk onderdeel geworden van wat goede zorg eigenlijk moet zijn. Ja. Dus eerste punt, samenwerking, co-creatie. Ja. Tweede punt. Wel, een tweede punt, laat me eens even kijken. Ik moet zeggen, netwerken. Netwerken. Er zijn niet alleen de klinische netwerken van algemene ziekenhuizen, maar er zijn ook de GGZ-netwerken. En dan gaat het niet alleen over psychiatrische ziekenhuizen, maar dan gaat het over alle actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg. Eerste, tweede, derde, vierde lijn. Die netwerken zijn ongeveer een jaar of 8, 9 geleden ontstaan. En die beginnen meer en meer ook vruchten af te werpen. Betekent dat bepaalde regio's, in bepaalde regio's heel veel GGZ-actoren meer en meer ook gaan samenwerken en gaan afstemmen. Daar is nog een hele weg af te leggen. Nee, er zijn heel wat hindernissen en redenen om ook dat niet te doen. Dan denk ik maar aan financiering, ook de hele ingewikkelde staatsstructuur. Maar ik zou zeggen, dat is een uitdaging voor de toekomst. Dat we daar nog verder aan kunnen werken. Maar als psychiatrisch ziekenhuis of als CGG alleen... nog werken, dat is eigenlijk vandaag niet meer mogelijk. En Patrick, als je echt zou mogen dromen vanuit de setting waar dat u directeur bent, hè, residentiële setting voor volwassenen is dat, hè? Ja, voor volwassenen. Wat zou zo uw wildste droom zijn rond die samenwerking binnen uw eigen setting? Zou je zeggen, moesten we erin slagen als er iemand bij ons opgenomen is, dat we op die manier met die nulde eerste, tweede lijn samenwerken? Hoe ziet je dat concreet? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, ja. Maar om de vraag te dromen, zou ik zeggen, wat heel belangrijk is inderdaad dat je in het traject van een cliënt, van een patiënt, of van mensen met een GGZ-probleem, dat er toch dat er mensen zijn die dat hele traject mee kunnen volgen en blijven volgen. Dus een continuïteit een van een continuïteit, hulpverlener. Ja. En in uw droom, wie zou dat zo kunnen zijn? Wie ziet je dat doen? Dan? Ja, ik weet het niet. Dat is moeilijk. Ja. Dat is moeilijk. Ik zou nooit pleiten voor, kijk, dat is die lijn of die lijn die dat moet doen. Ik zou...
toch meer pleiten voor mensen die dicht bij het wonen van een cliënt, waar iemand normaal zijn leven leidt, eerder dan iemand in een psychiatrisch ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja. En misschien is het ook meer een rol dan een functie. Ja, misschien wel een soort coach. Ja, iemand die blijft meegaan doorheen alle veranderingen en settings. Ja. Nu, de huisarts bestaat, hè, als je het over een professional hebt natuurlijk. Hè. Je kan een professional aanduiden, maar je kan ook familie of zo zijn. Maar als het over een professional gaat, denk ik dat in dit verhaal de huisarts nog meer dan nu een belangrijke rol zou moeten kunnen spelen. Mm-hmm. Dus, dan gaan we die flink moeten ontlasten. Hè. Die zijn allemaal overwerkt. Wel, dat is natuurlijk een van de problemen. En GGZ is natuurlijk... niet altijd voor alle huisartsen zo goed te lezen. Hè. Dus dat is ook nog een bijkomende moeilijkheid. Maar goed, als u mij vraagt wat ik zou dromen, dan is dat toch dat elke cliënt een soort continuïteit en een coach heeft. Het intrigeert me wel, uw idee van... Hè, dat u zei van, dat kan ook een vertrouwensfiguur uit een eigen omgeving zijn. Een vriend, een buurvrouw, familielid, een gezinslid die... Ja. Dan meebeweegt doorheen alle ervaringen zo. Ja. Want dat is wel, dat intrigeert mij wel, dat idee. Want dat is wel heel sterk, dat is een soort buddieschap. Hè? Ja, absoluut. Dat we in andere problematieken weten dat dan een zeer groot... Ja. Bijvoorbeeld in alcoholverslaving. Ja, zeker. Weten we dat als je een buddy hebt die... Ja. Die voorbeelden bestaan, maar het zijn nog geen structurele... Nee. Het bestaat nog niet structureel, hè, maar... Okay. Pak het wel mee, want ik denk, volgende keer als er een gezin op kleine K komt, is wel eens boeiend. Ja. Van wie is uw absolute steunfiguur die doorheen de drempels die je moet nemen om naar een residentieel... Bij u is dat residentieel, bij mij is dat semi-residentieel, dat is een dagziekenhuis. Mm-hmm. Wie neemt die drempels als je teruggaat? Dat is ook vaak een drempel. Ik ga teruggaan. Hoe gaat dat zijn, hoe dat alles wegvalt? Dat is wel, ik vind het een heel mooi idee, denk je wel. Ja. Mooi droom. Geen twee zonder drie, Patrick. Wel, ik zou zeggen het laatste. Zo. Ja, het laatste. Het laatste. Ik heb hier geschreven en ik heb dit ook gedaan om een brug te maken naar een aantal mensen die later naar mij komen, die veel concreter innovaties zullen voorstellen hier. Maar dat is healing environment. Ja. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat... cliënten, patiënten, of dat de omgeving, de materiële omgeving, maar ook de relationele omgeving natuurlijk. Hè. Laten we het even hebben over de materiële omgeving waar mensen verblijven tijdens een behandeling. Hè. Het inrichten daarvan, het goed nadenken daarover, dat dat ook bijzonder belangrijk is. Ja. En daar hebben we nog heel wat stappen, denk ik, te nemen. En kan ook technologische innovatie... Er komt ook iemand van Vitra, heb ik begrepen. Ja. Kunnen hoe dingen opgevat zijn. Hè, daar is al heel wat denkwerk over gedaan. Maar om dat dan te kunnen implementeren in uw omgeving vandaag de dag, daar wordt nog te weinig over nagedacht. Het zal ook een kwestie van geld zijn soms. Maar... Ik denk dat we daar nog wat stappen kunnen ondernemen. Ik denk ook aan groen. Hè. Groen buiten, is heel ruimte. Dat is ook healing environment. Absoluut. Het hoeft niet altijd te gaan over speciaal meubilair of een bijzondere inrichting. Maar dat is ook heel belangrijk. Dus als we ook denken aan een nieuwe toekomstige organisatie van geestelijke gezondheidszorg... bouwen, plekken moeten ze weg zoeken, van de spoorlijnen. Niet samenwerken. in een groen bos. Dat is ook zoiets. Ja. Die zijn er altijd wel dicht in de buurt. Maar dan is het ook een nadenken over de omgeving waar mensen ook tot rust kunnen komen. Okay. Dus dat is... Cool. Mooi. Patrick, wij nemen mee. 1. Samenwerking. Mm-hmm. 2. Liefst ook een goede structuur om samen te kunnen werken. Ja. Huh? Ja. 3. Ik ga het even buddy noemen, of de centrale vertrouwenspersoon. En 4. De healing environment. Ja. Dat zijn de bouwstenen
voor de toekomst. Dat zijn belangrijke zaken, ja, hè? Absoluut. Ik stel voor dat we elkaar volgend jaar terugzien hier, Patrick. Ja. En dat we dan eens zien welke stapjes dat we gezet hebben. Okay. Is dat een goed idee? Okay. We zien elkaar nog wel terug. Oké, okay. Bedankt voor de uitnodiging nogmaals en veel plezier. Ja, top. Patrick, dank je wel. Goeiedag. Goed. Vind je het was kei interessant, hè? Ja. Ik moest zo... als Patrick aan het vertellen was over de Healing Environment, flashte ze even een beeld terug vanuit mijn assistentjaren. Waarin ik ook een consultatiebox had, omdat ik toen in Gasthuisberg op de raadpleging stond. En ik had daar met veel zorg helemaal mijn ding van gemaakt. En dat kost niet... Ja, als assistent zit je niet rijk, hè. Dus ik had gewoon een plantje gekocht en de meubels anders gezet en een poster gehangen en zo. En ik herinner mij nog dat mijn huidige diensthoofd, Marina Dankaert, ook onze stagemeester, toen langskwam en zei, ja, er wordt veel over het bureau gepraat, ik kom eens kijken. Omdat ik toen al daarmee bezig was, van hoe is de omgeving, kan een kind hier genoeg bewegen, vindt hij de weg, is het hier aangenaam om hier bij u te zitten, kan iemand daarin ontspannen, dat wel belangrijk is. Dus wel mooi dat hij dat meegeeft, want ik denk dat dat ook inderdaad heel belangrijk is. Daar gaan we het straks nog over met een andere gast, Binu. Een leuk, interessant thema. Maar eerst gaan we Tom van Dalen ontvangen in onze studio. Binu, ken jij Tom? Ik ken Tom niet. Nee. Voor mij is het een eerste ontmoeting. Ja. Dag Tom, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Tom is zo'n beetje de lieve scheider van de geestelijke gezondheid. Sorry. Ah. Oef. Jawel, dat wordt ook meegaan. Ja, ik vind dat het uiterlijk ook Ja. Dus Tom, stel misschien gewoon jezelf voor aan Binu, maar ook aan de mensen die thuis aan het volgen zijn. Heel kort. Ik ben een klinisch psycholoog eigenlijk van opleiding. Ik heb gaandeweg mijn hart een stukje verloren aan de technologie dat we binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen gebruiken. En vooral hoe je dat in de praktijk een stuk kunt gaan inzetten. En dat is waar dat ik nu een goede tiental jaar al rond werk. Vooral vanuit een Thomas More Hogeschool eigenlijk. Ja. Dus in een notendop. Ja. 10 jaar, dat is al lang, hè. Dus dat ik voel het, als ik er zo over nadenk, is het al is misschien iets te lang om te vertellen. Maar toch al een hele tijd. Ja. Zeg Tom, in die 10 jaar, er is wel veel gebeurd. Hè. In 10 jaar, denk dat jij het ook wel... de eerste rij mee gevolgd hebt, zeker op vlak van innovatie, technologie, in de geestelijke gezondheidszorg. Ja, ik denk zeker naar de rol die technologie is binnenspelen, de mogelijkheden die we hadden. Als ik 10 jaar geleden iets moest gaan zeggen van je wil een appje bijvoorbeeld gebruiken, dan kon ze op 1 hand tellen. Nu weten we niet meer waar eerst gekeken, daar gaat het straks ook nog een stukje over gaan. Ik denk wel van... Als ik dan terugblik en denk van wat is dan innovatie bijvoorbeeld, en dan wordt dat snel gelijkgesteld met technologie, dan vind ik dat wel een hele enge visie. Het is natuurlijk veel meer dan dat en er zijn heel veel leuke, interessante innovaties, zoals je dat juist ook al gehoord hebt, die totaal atechnologisch natuurlijk zijn. Maar toch zien we wel dat al die mogelijkheden, hele simpele dingen van websites, maar ook heel verregaande zaken, zoals virtual reality, die beginnen bijvoorbeeld echt in Vlaanderen gebruikt te worden in de laatste jaren. En dat is, dat maakt mij inderdaad een beetje lievenscheergewijs kinderlijk enthousiast over wat je daar allemaal mee kunt gaan doen en kunt mee gaan betekenen eigenlijk voor de mensen ook. Werken jullie al? Zijn jullie daarop in, op die nieuwe technologieën? Ik ken de VR-brillen bijvoorbeeld. Als we op de pediatrie vragen om toch wat sensitief te zijn hoe dat bepaalde interventies voor kinderen aanvoelen. En als ze soms een VR-bril gebruiken om af te leiden, hè, of om het kind extra rustig te maken. Vandaar ken ik het. Maar ik ben dan wel nieuwsgierig welke dromen dat jij daarin ziet voor de geestelijke gezondheidszorg. In bijvoorbeeld de VR-bril. Eigenlijk denk ik, zijn enerzijds kunnen heel spectaculaire dromen hebben, maar anderzijds ook wat pragmatisch zijn, denk ik. En er zijn gewoon waarschijnlijk bijna onnozele vormen van technologie die al heel lang meegaan. Bijvoorbeeld een webcam. Ja. Je kunt daar zo'n interessante dingen mee doen. Om bijvoorbeeld zelfs op zo'n neonatal intensive care unit, om ouders te laten meekijken of de kans te geven om een kind van op afstand eens te gaan zien. Dat is niet zo spectaculair. Maar bijvoorbeeld waar dat we zeker sinds corona de laatste tijd heel veel vragen rond krijgen, is rond virtual reality en de mogelijkheid om bijvoorbeeld daar mensen te laten relaxeren en te laten even wegbrengen uit de omgeving waar dat ze zitten. En dat gaat van kleine kinderen tot volwassenen, tot de mensen in het woonzorgcentra. We hebben dat allemaal ook wel gezien. Als je niet meer buiten kan,
dan is meer groen wel leuk, maar soms is dat dan de next best thing. En ik denk dat we daar echt wel de komende jaren veel vooruitgang in gaan zien en veel mogelijkheden. Mm. Ziet je alles een vlucht nemen sinds de pandemie? Ja, het is een beetje Ik heb die indruk van wel, alsof wij plots allemaal noodgedwongen, maar intussen ook hebben we de voordelen ontdekt van meer openstaan voor de technologische kant van de zaak. Maar ja, er waren veel mensen die blij waren. Die dachten ook in ons domein, dachten van ja, het is van maart 2020, de deur gaat op slot en willens-nillens gaat ermee aan de slag. Ik ben over zo'n dingen meestal niet zo iemand die heel snel een gat in de lucht springt. Dus ik was daar wel voorzichtiger in. En het is wel een gemengd verhaal geweest, denk ik. Het was goed dat het er was, bijvoorbeeld dat beeldbellen, maar dat was eigenlijk in de slechtste mogelijke omstandigheden dat we daarmee aan de slag zijn gegaan. Met een enorme achterstand, niet weten van hoe moet je dat gebruiken, waar moet ik op gaan letten. Maar anderzijds dan toch ook merken inderdaad van ja, soms het helpt wel en we kunnen er dingen mee doen. En ik hoop nu, laat ons hopen dat we nu ergens naar het einde toe aan het gaan zijn van heel dat pandemisch gebeuren. Dat we de pragmatiek gaan laten overheersen en zien van wat kunnen we daar nu uit meenemen. En ik denk dat als het dan toch iets goeds uit mag volgen, is het wel zo. Want bijvoorbeeld hier nu dit en innovatie en technologie, het komt inderdaad in alle welzijns- en geestelijke gezondheidsdomeinen naar boven om toch even naar te kijken. Gewoon waarom? Omdat we er niet anders hebben kunnen dan ermee aan de slag gaan. En ik hoop dat we daar iets aan gaan overhouden dan toch. Want ik denk dat aan de ene kant is het een ongelooflijke versneller geweest om nieuwe technologieën of oplossingen te gaan implementeren, willen snel is. Maar je merkt inderdaad wel een grote verschil in organisaties. Sommigen die bij wijze van spreken klaar stonden, die zijn dan inderdaad van oké, hop, go. En anderen die zo niet echt voorbereid waren, die zijn zo precies zo'n beetje nog meer achterop aan het ging. Zo van, oei, we hebben nu die boot ook nog precies zo wel gemist. Ja, ik denk, wat mij vooral opviel was, als we keken naar het begin en de initiële uptake, dat uiteindelijk dat best wel meeviel. En er wordt soms zo'n beeld opgehangen van de GGZ van archaïs en niet flexibel, maar eigenlijk zijn we extreem flexibel geweest. 90% is ongeveer beginnen beeldbellen. Als je daarover nadenkt, dat is hallucinant. Ja. We hebben dat in België gezien, maar eigenlijk ook bijvoorbeeld in gans Europa. En dat ligt telkens overal wel in dezelfde lijn. Dus als een sector, als een groep, zijn we eigenlijk echt wel uit de startblokken geschoten. Het was 1 op 5 die dat ooit al eens gedaan had. En opeens bijna iedereen. Ja, dat is niet ideaal natuurlijk, als je het maar moet gaan uitzoeken. Maar dat cliché vind ik soms wel verkeerd. Maar wat we wel merken is van het ene keer doen met één iemand, dat is één ding. Maar het structureel gaan inzetten en erover nadenken van waar kader je dat, hoe breng je dat? Daar is wel nog veel werk. En dat zal ook de uitdaging zijn, denk ik, van de komende jaren om dat effectief deftig te gaan gebruiken. Dan word ik wel heel nieuwsgierig wat jouw visie daar dan op is. Want inderdaad, bijvoorbeeld ik als hulpverlener, denk ik, nu moest ik het noodgedwongen gebruiken. Ik had geen ander alternatief. Maar ik zit op de werkvloer inderdaad te denken, zodra het voorbij is, bye-bye and never again. Of ga ik toch eens beginnen nadenken, wat kan ik daarvan standaard nu meepakken? Dus ik ben wel benieuwd hoe dat... Want je bent daar al 10 jaar over aan het denken en ermee bezig, hoe dat jij er naar kijkt. Ja, we hebben naar aanleiding van corona nu een aantal keer die denkoefening moeten doen en eigenlijk ook die vooruitblik maken van waar integreer je apps, wearables, virtual reality, augmented reality, al die technologieën, hoe integreer je die in een ruimer verhaal? En ik denk, op 10 minuten kun je niet in detail gaan naar hoe en wat en waar, maar wat dat mijn hoop is, is dat misschien niet binnen een jaar, maar binnen 5 jaar of 10 jaar, dat die technologie helemaal niet meer zo als iets apart, als een apart statuut beschouwd wordt binnen de hulpverlening. Dat je eigenlijk denkt van, kijk, en nu gaan we eens een app gebruiken en dat is een app en dat is speciaal. Of nu bijvoorbeeld gaan we eens een VR-headset nemen en we gaan dat nu eens gebruiken. Maar dat dat gewoon een tool wordt dat je kunt gaan inzetten bovenop alle andere dingen dat je kan gaan doen. En dat je ook perfect ervoor kan kiezen om die links te laten liggen. Maar om dat te doen moet je natuurlijk wel weten wat er allemaal is, hoe je dat kan gaan inzetten en moet je ook die onderbouwde keuze kunnen maken. En daar verwacht ik meer nog dan wachten op nieuwste fancy gadget dat Apple bijvoorbeeld op de markt gaat zetten, om dat dan te gaan gebruiken. Meer te gaan denken van, of te weten gewoon wat er allemaal is. En ik denk dat dat ook wel, dat is een uitdaging, want
de meeste psychologen, psychiaters, ik denk, we zijn mensen. Je gaat niet in het vak omdat je graag achter een computer zit of op een klavier tokkelt. Dus ergens zien van hoe dat je dat kan zelf meer gaan beheersen, zodat je heel duidelijk gericht kunt gaan kiezen van oké, ik weet dat dat er is. Ik beslis dat nu bij die patiënt niet te doen en bij die wel. En dat is niet speciaal, dat is gewoon hulpverlening aan zich. Dat is eigenlijk de hoop dat ik heb dat we naartoe gaan op termijn. En als je zo... Want ik weet dat we weinig tijd hebben. Dat is allemaal de schuld van Nico. Dat is allemaal zo snel. Maar ik ben dan toch nieuwsgierig. Je zegt, hè, je zou zo moeten weten, wat is er allemaal? Wat zijn zo de grote brokken? Zo, hè? Ik hoor u de VR-bril zeggen. Ik hoor u app zeggen. Ik hoor u natuurlijk als online met elkaar in gesprek gaan. En daarnaast, wat bestaat er dan nog allemaal? Zoals als grote brokken zo, hè? Ja, ik denk, als je echt drie grote brokken wilt, dan is er één wat mij betreft relatief saai brok. En dat is die beeldbel en chat en andere communicatie waarbij dat je gewoon het één op één ding op een andere manier gaat voorzetten. Daaronder valt voor mij ook je webcam en zo. Hè? Ja. Ja. En aan zich, goed dat dat kan, hè. Maar het voegt niet per se... Het gaat niet per se ook helpen om de grote nood die er is om daaraan aan al die vragen tegemoet te komen. Er is een tweede brok en dat zijn interventies die kant-en-klaar gemaakt zijn bijvoorbeeld en waar dat je als hulpverlener nog begeleiding biedt, maar die begeleiding is minder intensief en is meer motiverend en stimulerend, zodat je eigenlijk meer mensen kunt activeren, eigenlijk een soort digitaal equivalent van groepsinterventies, waar dat je ook ziet van dat we nu dat internet en zo wat meer matuur is, dat is niet meer louter tekst, dat is interactief, informatief, een beetje gepersonaliseerd. Dat is een hele grote brok die eigenlijk meer en meer ontwikkeld wordt. En dat we zien van dat we in Vlaanderen nog niet zo'n uitgebreid aanbod hebben, maar dat begint te komen. En dat begint ook voor specifieke doelgroepen ontwikkeld te worden. En het laatste is eigenlijk echt zo, de sky is the limit technologieën, waarbij dat je bijvoorbeeld naar virtual reality, dat je mensen in totaal andere omgevingen dropt, dat je virtuele spinnen op een tafel laat gaan lopen. Maar bijvoorbeeld ook dat je durft gebruik te maken van alle data die in onze broekzak zit in de vorm van een smartphone. Dat heet dan voor digital phenotyping. Dat we eigenlijk onze digitale gewoontes, dat we dat gebruiken om daar informatie uit te halen om een stukje de zorg daar beter op te gaan afstemmen. Dus wat zou dat dan in geestelijke... Want voor een somatische geneeskunde kan ik me daar zo dingen van voorstellen. Hè? Maar wat zou dat dan voor geestelijke gezondheidszorg kunnen zijn? Is dat dan aantal uur schermtijd? Allee, of wat dat je doet, of waar dat je bent, of met hoeveel mensen dat je interageert. Er is een delicaat evenwicht van duidelijkheid tussen dat en privacy en deontologie en ethiek. Maar er zit wel enige speelruimte. En... Het idee is eigenlijk dat je die technologie gebruikt of dat je eigenlijk die technologie niet meer zelf heel veel in de hand moet houden, maar dat die gewoon inzichten kan geven. En dat is dan bijvoorbeeld, we hebben allemaal onze gewone routines en patronen en afwijking in die patronen, dat kan heel informatief zijn. Die technologie gaat dat niet voor ons allemaal uitklaren en die gaat ons zeker daar niet in helpen aan zich, maar die kan wel bijvoorbeeld aan een hulpverlener zeggen van kijk, meestal zit jij zoveel uur per dag onderweg, zoveel uur stil, zoveel zit jij met mensen in interactie aan het gaan en opeens valt het allemaal weg. Wat is er hier aan de hand bijvoorbeeld? En bijvoorbeeld in hervalpreventie kan dat een heel interessante tool gaan zijn om mensen wat te ondersteunen. Dus the sky is the limit. Ja, amai, dat is inderdaad. Tom, onze tijd zit er bijna op. Ja. Maar the sky is the limit lijkt me een supermooie afsluiter. Van, een beetje commercieel. van onze korte, maar toch zeer inspirerende babbel. Graag gedaan. Dus heel veel om over te vertellen. Ik ben daar blij om. Dat er heel veel is om over te vertellen. Ja, ik zal zo vragen blijven stellen. Ja, mag niet meer. Hè? Vandaag niet. Maar we komen... Ik kom ook volgend jaar terug. Je mag ook volgend jaar terugkomen. Lang. Stel op. Lang. Kijk, vast. Deal. Veel succes. Tom, super hard bedankt om hier bij ons te zijn. Het was een stof om buiten te mogen komen. Ja, voilà. Blijf de blijde boodschap van de innovatieve technologieën en oplossingen in de geestelijke gezondheidszorg verder uit. Ik zal mijn best doen. Dat is goed. En tot binnenkort. Gelukkig zijn. Ja, er is zoveel, hè. Binnen aan oplossingen. Ik zag vandaag nog op LinkedIn een oplossing passeren rond virtual reality, waar dat mensen eigenlijk als het ware onder water konden zwemmen. Het was voor mensen met een beperking, die eigenlijk, zoals dat Tom ook zei, van je hebt wel groen, maar als je niet kunt in het groen gaan, dan heb je er eigenlijk niks aan. Maar virtual reality brengt mensen dan eigenlijk echt onder water, in die rust van onder water zijn, of in het groen. Ja. En dat zijn fantastische...
ja, oplossingen. Dingen, hè. Het klinkt een beetje... Ik ben... Eva, kom er gerust bij. Hallo. Ik ben grote fan altijd geweest van Star Trek. Ja, nu ga ik hier iets vertellen over mezelf. Maar daar heb je de holodeck, hè. Ik weet niet, kent je Star Trek? Ja, ik was zeker fan. Eva, jij fan van Star Trek? Ik was een grote fan van Star Trek. Beetje. Maar dat klinkt als de oneindige mogelijkheden van een holodeck, eigenlijk, hè. Ja. Kijk. Ja. Absoluut. Ja. Eva. Welkom. Eva de Jager, welkom. Welkom. Eva, waar moeten we Eva van kennen? Wat doet Eva? Ik ben onderzoekscoördinator bij het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie aan de UGent. Dus ik doe voornamelijk... Ja, ik maak nieuwe methodieken voor suïcidepreventie. En iedere keer als wij een methodiek naar buiten brengen, dan gaan we dat eerst onderzoeken om te kijken of dat wel echt effectief is. Mm. Ook omdat we heel vaak met een heel kwetsbare groep gaan werken. Dus we willen zeker zijn dat het werkzaam is en dat het ook geen negatieve effecten heeft. En dus ik maak die nieuwe methodieken voor preventie, voor suïcidepreventie en ga die onderzoeken. Ja. En een van die dingen die jullie gemaakt hebben, is ook onder andere de reden waarom dat jullie hier zijn, ja. Eva. Jullie hebben ook een serious game ontwikkeld, die er echt geweldig uitziet. Hè? Dank ik ben je. Van. Hè? Heb jij hem al gezien? Nee, ik heb het dus nog niet mag, gezien. Dus je vertel, maak Binou enthousiast hè, over de serious game. Begin misschien met de naam en wat doet de game dan precies? Ja, dus de game zelf heet Silver. En eigenlijk de naam inderdaad is al mooi. We vergeten dat vaak te melden, maar silver komt eigenlijk van silver lining. Met every cloud has a silver lining. Dus dat ook een moeilijke situatie, dat er altijd nog een positief iets kan zijn. En silver is, dat komt eigenlijk vanuit het Vlaams actieplan suïcidepreventie. Ja. Is een methodiek die daaruit komt, of een actie die daaruit komt. Het idee was eerst om iets te maken voor jongeren... voor depressieve jongeren. Maar toen hebben we gekeken, dat was eigenlijk doordat er een serious game... Misschien moet ik eens zeggen wat een serious game is. Dat is een game met een serieus doel. Dus eigenlijk heeft alle elementen van een game, maar daarnaast gaat het ook iets bijleren aan iemand. Maar op een heel leuke, speelse manier, zonder dat je dat eigenlijk echt doorhebt, dat gebeurt. Dus heel dicht bij de wereld van jongeren tegen. Ja, wel, ja, wij waren eigenlijk, is dat gekomen omdat we echt op zoek waren naar iets, hoe dat we jongeren konden motiveren om ook hen te bereiken, want dat is een heel moeilijk bereikbare doelgroep voor ons. Dus van daaruit dat we dachten, met een game, dat is iets waar jongeren echt enorm mee bezig zijn. Vandaar. En toen was het eerst een game voor depressieve jongeren, maar toen dachten we gaan breder gaan. We gaan niet meteen al voor die doelgroep gaan. En echt voor alle jongeren een game maken die een weerbaarder maakt. Eigenlijk al echt preventief gaan werken. Oh, leren wat veerkrachtiger te zijn, mentaal sterker te worden. En dat is voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Dus preventief voor de piek in suïcidegedachten die er komt rond 15, 16 jaar. En ook in suïcidepogingen. Dus vandaar dat we voor hen die game hebben ontwikkeld. Ja. Hoe moet ik me die game nu eigenlijk voorstellen? Ik heb bijvoorbeeld een 14-jarige zoon. Dus ik ben nieuwsgierig. Well, dus de game is... er zijn vier jongeren... Of vier personages. Je kan een van die vier kiezen. Je kan ze alle vier spelen. En, dus je kiest één personage. En dan ga je eigenlijk een hele dag op een festival gaan rondlopen. Dus dat personage mag naar een festival gaan. Ja, dat is ook in coronatijden. Het was ervoor hadden we al beslist dat het een festival zou zijn. Ja, ja. Maar dat was eigenlijk wel een mooie keuze. Maar het is een festival waar er heel veel op gebeurt. Het is niet alleen muziek, maar er is een mud stage waar je kunt klimmen en door een parcours kunt gaan. Er is een cosplay stage. Een skate stage. Dus er gebeurt van alles wat je kunt doen. En eigenlijk volg je dat personage doorheen de dag van dat festival. En die komt in allemaal verschillende sociale situaties. En dat personage heeft een buddy. Buddy, zoals dat een mooi brugje. Hij heeft al een buddy met zich mee. En met die gaat hij in conversatie over die sociale situaties dat hij meemaakt. Dat is vaak met die buddy dat ook gebeurt. En dan ga je eigenlijk gaan kijken, wat gebeurt er in het hoofd van die jongeren, van dat personage? En sta je stil, kom je in het hoofd terecht van het personage en zie je welke gedachten dat hij heeft, welke gevoelens dat daarbij komen kijken en welk gedrag dat hij gaat stellen. Dus het is echt op cognitieve gedragstherapie. Ja, komt van daaruit. En dat is eigenlijk om jongeren echt te gaan tonen van wat gebeurt er in hun hoofd. En als ik op die manier ernaar ga kijken, of
die gedachten ga ik hebben, zo ga ik me dan voelen en ook dat gedrag ga ik dan stellen. Dus komt inderdaad echt dat het G-schema. Ja, het G-schema. Wat we daarin proberen duidelijk te maken aan de jongeren. En dan zie je ook, het is een story branching game, wat wil zeggen dat eigenlijk naar afhankelijk van welke keuze zij maakt. Dus je kunt kiezen welk gedachte je dat je hebt, welk gevoel en welk gedrag. En op basis van die keuze gaat ook het verhaal veranderen in het festival. En zie je dus of dat een topfestival wordt of meer een flopfestival. Dus we maken jongeren duidelijk rond denkfouten, ook emotieregulatiestrategieën. Dus dat zit er maar heel... We proberen echt heel subtiel te doen. Niet te belerend te doen. En hebben jullie dan gemeten wat het effect daarvan is? Ja. En dat ben ik ook nieuwsgierig. We hebben dat gemeten bij meer dan 1000 jongeren die het hebben gespeeld. En daarbij zagen we... Dat is wel gemeten op... Ja, tijdens de piek van de tweede coronagolf. Dus het was niet het beste moment om te doen, maar we moesten het ook dan doen. We hadden het al wat uitgesteld. Maar toch zagen we ook nog bij die jongeren dat dat wel een effect had op hun emoties. Dus op emotieregulatievaardigheden, dat ze emoties beter herkennen, ook beter gaan benoemen. Ja. En ook bij anderen beter begrijpen, die emoties. Ook hebben ze beter inzicht in hun gedachten, gevoelens en gedrag. Geven ze dat aan. En ook van anderen, dat ze anderen ook beter begrijpen van hoe het werkt. Hoe ze daar, dus perspectiefneming en empathie shift ook mee. Dat is ook boeiend dan. En wat je ook ziet, omdat die echt... Dat is echt een basisvaardigheid, die emoties leren herkennen. En ook naar de toekomst toe, voor psychische problemen, zie je ook uit onderzoek dat dat belangrijk is, dat ze daar al absoluut. Dat ze dat beter herkennen. En Eva, speel je het spel als jongere alleen of doe je dat samen met iemand anders of met een therapeut? Of hoe? Wel, het kan raden. Of nu is het eigenlijk voornamelijk dat we ons hebben gericht op scholen, omdat daar toch de weg is om jongeren te vinden. We hebben natuurlijk, we moeten ook realistisch zijn, we kunnen niet gaan met een Fortnite of zo gaan concurreren, dat gaat ook niet gebeuren. Dus vandaar dat we aanraden om het in de klas te doen. En we hebben ook een heel lespakket ontwikkeld voor leerkrachten om daarnaast nog erover te gaan praten in de klas, daarmee bezig te zijn, ook rond dat G-schema te werken. Dus daar kunnen ze verder mee doen. En daarnaast raden we ook aan om hulpverleners om te gaan gebruiken. En naast de therapie die jou heeft, ook dat ze er thuis nog eens mee aan de slag kunnen gaan, dat ze daar meer inzicht in krijgen. Krijgen die leerkrachten dan wat tools? Want stel dat een kind het speelt en je komt wel in een risicozone waar je inderdaad een hulpverlener moet betrekken. Inderdaad. Dat de leerkracht daar feedback over krijgt, over hoe het kind het aan het spelen is of zo. Die krijgt geen feedback van de leerling zelf? Of van het spel bedoel ik. Dat gaan ze niet. Maar het wordt wel besproken in de klas. En er wordt ook een opleiding gegeven aan de leerkracht om ermee aan de slag te gaan. En ook wordt dan ook gezegd wat ze moeten doen in een situatie. Wanneer het amai, knap. Ik snap dat jij enthousiast bent. En misschien ook voor de mensen thuis. Even, waar kunnen ze de Serious Game vinden? We hebben een website silvergame.be. Silvergame.be. Daar staat het educatief pakket ook op. Dat is gratis voor iedereen? Dat is gratis. Dus dat is vanuit de overheid gesubsidieerd? Ja, amai, dat is echt... Ja. Dat moet toch een goed gevoel geven? Je wordt ook enthousiast. Ik vind het fantastisch. Het is ook fantastisch dat de overheid dat heeft meegefinancierd. We hebben ook nu steun gekregen van het VAF, van het Vlaams Audiovisueel Fonds, om ook de promotie nog te doen, omdat zij ook heel enthousiast waren over de game. We zijn ook genomineerd nu voor een Belgian Game Award. Moeten we stemmen? Je kunt stemmen voor een publieks award. Maar dat komt nog. Maar het is vrij te downloaden ook in de app stores. Ja. Mag ik nog een vraag? De laatste vraag. Eén vraagje. Ik merk zelf dat er bij leerkrachten heel veel goesting is en betrokkenheid is om daarmee aan de slag te gaan. Maar die zijn zo wat verpletterd onder alle druk en alles wat er op hen afkomt. En dan denk ik, ik kan mij voorstellen dat een leerkracht in het middelbaar zegt, dan moet ik er dan dus ook nog eens bij doen. Hoe pakken jullie dat stuk aan? Wel, het is zo dat een van de eindtermen waaraan ze moeten voldoen, is eigenlijk dat de jongere beter inzicht krijgt in zijn gedachten, gevoelens en gedachten. Je hebt gewoon aan een eindterm gekoppeld. Past daar gewoon perfect. Ze zijn echt op zoek naar tools om op een toffe manier ook met de jongeren om te gaan. En wat is er leuker dan een game te kunnen spelen in de klas en daar dan nog over te praten. Dus
ook met onderzoek dat ik heb gedaan, eigenlijk was dat een van de makkelijkste onderzoeken dat ik ooit heb gedaan rond recrutering. Ja. Want iedere school stond te springen om mee te doen, zelfs in die covid-tijden, dat ze nog... Ik was bang dat ze gingen afhaken op dat moment en dat was niet zo zozeer. Mm. We merken ook dat het nodig is voor de jongeren om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik heb wel het gevoel dat ze heel enthousiast zijn. Op die website kunnen ook ouders gewoon gaan. Ouders. Ja. Dus we kunnen vanavond alvast onze eigen kinderen bestoken. Van... Zeker. Zeker doen. Laat ons dat doen. Hè. Dus, goed. Eva de Jager van het Vlaams Expertise Suïcidepreventie, met VLESP. Nee. Met Serious Game Silver. Eva, dankjewel. Heel veel succes. We zijn benieuwd en we blijven het ook volgen. Ja, en als we moeten stemmen, geef ons een centje en dan verspreiden we de boodschap. Ja. Hè. Eva, dankjewel. Dankjewel. Amai, hoe schoon is het dat? Voilà, goed. En ondertussen is Philippe Bokland in de studio gekomen. Eva, ken je Philippe? Nee, goed. Allee, goed, dat is goed. Dan is het een reden waarom we hier ook bij elkaar zijn. Ja. Philippe, jij bent veel en je doet van alles. en je bent verbonden aan de Artevelde Hogeschool. Ja. Dat is een beetje een rode draad, denk ik. Maar vandaag ben je zeker hier omwille van de online hulp-apps. Ik heb een cadeautje mee, inderdaad. Ja. Een cadeautje dat perfect al mag inspelen op een aantal vraagjes die je zo al geworpen hebt aan Tom en aan anderen. Zo de idee van, god ja, wat bestaat er zo allemaal aan appjes en tools en waar vinden die? De vraag die je daar juist aan Eva zegt. En Eva geeft direct haar website door. Perfect. Dus er bruist van alles in dat welzijnswerk. En in geestelijke gezondheidszorg ook rond e-health en rond online tools. Maar de vaststelling is dat nog de burger, nog hulpverleners, dat die weten wat dat er eigenlijk bestaat en vooral wat is de kwaliteit daarvan. Als jij op die appstores zit, dan vraag je constant af, wat is hier bullshit en wat is er hier iets van? Ja, want juist vond ik bijvoorbeeld fijn om bij Eva te horen, dat is onderzocht, dat is bewezen, dat zit goed in elkaar. En dan ben ik meteen gemotiveerd om te zeggen, Waar zitten onderbouwde, waar zijn die onderbouwde apps? Ja, ja, ja. En bij sommige van die tools moeten echt diep gaan zoeken en al gaan schenen van waar vind ik hier iets over hoe die gemaakt is. Wel, het cadeautje is dat wij dat voor u gedaan hebben. Hè? Dus, zo simpel kan het zijn. Zo simpel kan het leven zijn. We waren al in verwachting van chocolade. Ja. Is nog beter dan, dan chocolade. Het is een app store. Eigenlijk een wegwijzer voor welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg. Zowel voor hulpverleners en zorgverstrekkers als voor de burger. Ah, voor de... En op deze moment zijn er al zo'n 70 apps en websites, want er zitten ook websites op, gescreend en die staan online. Maar misschien kunnen we even eens kijken. Maar zo'n Silver bijvoorbeeld, zoals van Eva, die staat er ook op, hè? Zal ik de weg wijzen? Ja, het is goed. We gaan even aan de aanval. Kijk, dat is het. Als je onlinehulpapps.be intikt, dan kom je op internet terecht. En dan opent zich de App Store. Waar je al ziet dat het uw wegwijzer wordt naar apps en websites. En we hebben die gescreend. We hebben geen medische apps gescreend. Dat laten we aan mHealth Belgium. Maar we hebben wel apps gescreend op een... En we zijn heel duidelijk over ons screeningskader. We hebben drie grote invalshoeken. Een app moet helder zijn. Hè? Voor wie is die bedoeld? Voor welke doelgroep? Voor welke... hoe is die opgebouwd? Hij moet toegankelijk zijn. Bruikbaar, goed werken en hij moet goed onderbouwd zijn. De privacy moet in orde zijn, er moet wetenschappelijk onderzoek achter zitten enzovoort. En dan kun je gaan zoeken en dan tikte bijvoorbeeld in Silver. Hè? Ja, kwestie van om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Hop. En dan verschijnt Silver, dan kun je doorklikken om die beter te gaan zien. Ik ga dat niet verder toelichten. Maar je kunt ook gaan zoeken van ik wil zien waar zijn apps bereikbaar of ik wil voor een doelgroep, bijvoorbeeld kinderen en jongeren iets zoeken. Kun je gaan zoeken op thema's,
psychisch welzijn, mentaal welzijn, persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld materieel welzijn ook. Je kunt kiezen van wil ik hem alleen gebruiken of met een professional contact kunnen hebben. Ook de taal, Nederlands of Frans of een andere taal. En ook de kostprijs, is hem gratis, betalend. Allee, dat zijn filters die daarop zitten en dan krijg je een selectie. En bijvoorbeeld Heyday, ik heb nu wat dingetjes aangevinkt. Heyday is een app en bij die appbeschrijving krijg je dan gelijk in een appstore het overzicht van wat kan die, van wie komt die, wie heeft die gemaakt, hoe ziet die tool eruit. Mm-hmm. En een paar afbeeldingen. En dan zie je bijvoorbeeld dat dit is een tool waar dat mensen met jongeren op eigen benen leren staan. We geven ook duidelijkheid over de screeningscriteria en geven dan aan wat sterke punten en aandachtspunten zijn. En er zit helemaal onder die beschrijving zit er ook nog een linkje naar hoe gebruikt je die nu als professional. Je kunt daar ook feedback op geven. Er zit ook een rubriek veelgestelde vragen in die website, waar je ziet de thema's staan, kunt op doorklikken om info te krijgen. En eigenlijk is die een App Store, want ik zeg wij, je kunt ook zelf een app aandienen om te laten screenen. Als organisatie, maar ook als burger kun je vragen om mee te screenen. Hè. En wij, dat is een groep mensen die daarachter zit, maar ook een heel grote begeleidingsgroep. Hè. Er zijn 75 organisaties die mee dit project ondersteunen en die ons aangeven, het zou goed zijn dat je deze nog screent, wilde daarop letten, dat is nog niet duidelijk geformuleerd. Allee, in die zin hebben we daar wel een netwerkje rond verzameld in het brede welzijnswerk. Niet alleen geestelijke gezondheidszorg, maar veel ruimer. En we worden daarin ondersteund ook door de Vlaamse overheid. Zowel Vlaio heeft ons voor dit pilootproject wat ondersteund. Maar tot 2024 is er al een engagement van WVG, minister Beke, departement die dat ook mee gaat ondersteunen. Amai, dat is inderdaad wel een cadeautje. Ik denk dat voor velen, want we zijn vanuit opleiding sociaal werk, je weet dat Nico al lang bezig met online hulp en met dat te implementeren mee en blended hulp mee te implementeren in heel het brede welzijnswerk. Het is een constante vraag van waar vinden we die goede tools? Wel, we hebben lang op die middelen moeten wachten om een keer die energie te vinden. Maar nu hebben we met een aantal partnerorganisaties, hogescholen, steunpunt SAM, steunpunt Mens en Samenleving, ook mee in Forcare, mogen we samenwerken om die app store te ontwikkelen. Amai, tof. En daar zijn we blij mee. Wat ik er helemaal tof aan vind, is dat je er ook eentje kunt indienen van, wilt je dat eens checken? Ja, dat is ook wel heel... wilde een keer checken. En dan kost dat even tijd voor ons om te zien hoe we dat plannen. Ja. Het is zelfs zo dat we in het doorgroeiproject, in het doorontwikkelingsproject, dat we aan het nadenken zijn, hoe kunnen we apps die bijvoorbeeld door een welzijnsorganisatie of een GGZ of zo gemaakt zijn, en die nog niet een volle de screening halen, hoe kunnen we die op zijn minst hints geven of ondersteunen om die drempel wel te halen. Ja. Dat zou helemaal een schone dynamiek zijn. Ja. Ja. Het feit dat we dat mogen doen vanuit een aantal basisopleidingen in welzijnswerk, maakt ook dat we en bij het screenen, maar ook bij het kennismaken van heel dat domein, ook ons studenten kunnen meepakken. Ja. En dat is voor de toekomst wel belangrijk, denk ik. En Filip, als we even naar de toekomst of naar bij de toekomst kijken, in het najaar gaan jullie nog wel het een en ander op poten zetten of organiseren om online hulp apps.be kenbaar te maken. Ja. Kan je daar al iets over vertellen? Of is het nog te vroeg? Nee, het is nog niet te vroeg. 23 september wordt dat. We gaan voor een live event. Over blended hulp en over online. Fantastische combinatie. Ja, maar we gaan het... We willen toch dat netwerk, dat brede netwerk dat hierachter zit, tegelijkertijd ook met een aantal beleidsvoerders. Hè. We weten ook bijvoorbeeld dat de commissie Welzijn, Vlaams Parlement, dat die heel erg achter die App Store en idee ook de minister er al een paar keer rond bevraagd hebben. Daar is wat dynamiek rond. Mm. En we willen die eigenlijk wel eens samenbrengen om te kijken wat dat inhoudt en wat ons lessons learned hieruit zijn, maar ook vooral om toekomstgericht wat te kijken van, hoe kijken we daar nu naar? Blended care, wat voor evenwicht willen we dat dan? Willen we dan
Zeker na de pandemie-toestanden. Er zijn zoveel schone dingen dat we niet terug kunnen volledig, zelfs niet terug willen wat mij betreft, naar business as usual. Ja. Maar dat het een nieuw evenwicht kan worden waarin dat we op zoek gaan naar waar zit de nieuwe sense of urgency om toch ook online in ons werk, geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk, om dat te betrekken. Als burger zijn we nu eenmaal ook een stuk digitaal, die in een smartphone zit hier. Die is er. Hoe kunnen we daar die mee inzetten? En als we gewoon de vraag naar meerwaarde stellen, dan gaan we er niet komen. Ja. We gaan moeten zoeken naar waar is de noodzaak. Ja. En die noodzaak zijn pijnpunten in ons werking. Wachttijden bijvoorbeeld lijkt mij een heel grote uitdaging, ook in geestelijke gezondheidszorg, om te kijken, niet als een doekje voor het bloeden, maar hoe kunnen we bijvoorbeeld in wachttijd een aantal online tools al mee inzetten. Ja, allemaal te vinden op onlineholpapps.be en op 23 september allen bij elkaar fysiek om nog meer apps te ontdekken en te netwerken. Filip, dank je wel met jouw cadeautje voor ons. Graag gedaan. En aan de sector en aan de samenleving. Ja. En nog heel veel succes. En jullie bedankt voor alle goesting die je hier rond... Met heel veel plezier. Filip, tot binnenkort. Mino, al veel gepasseerd, hè? Nu komt er totaal iets anders. Ik ben benieuwd. Wat heb je nu voorbereid? Ja, nu komt Stefanie. Stefanie Broes. Die ken ik al. Ja? Ah, je kent die al? Die ken ik al. Daar heb je toch niet meer. Dag Stefanie, kom erbij. Hallo. Ja. Welkom. Stefanie is van? Is van Moonbird. Ja. Moonbird. Ja. Fantastische naam. Stefanie. Als ik u al ken, dan wil dat zeggen, Stefanie, dat je erin slaagt om dat goed te verspreiden. Daar doen wij ook ons best voor. Dat doet voor geestelijke gezondheidszorg bij kinderen. Ja. En Moonbird, wie of wat doet Moonbird? Stefanie, vertel het ons. Wij zijn een jonge start-up hier in Vlaanderen. En wij willen mensen rust brengen door middel van ademhalingsoefeningen. Dus gewoon door te ademen, mensen laten ontdekken dat ze eigenlijk een heel krachtig hulpmiddel bij hun hebben, dat ze altijd kunnen gebruiken om tot rust te komen. En veel mensen weten dat misschien al, maar dat is niet altijd zo eenvoudig om dat zelf te doen. En daarvoor hebben we een hulpmiddel ontwikkeld. En dat is onze Moonbird. En dat is de Moonbird. Ja. Heb je hem toevallig bij? Nee, schandalig. Ik dacht op mijn bureau, ga ik het zien. Ik wou dat ik ook een live demo kon geven en zo. Ik vind het super jammer, maar ik ben hem vergeten. Maar dat is dan een reden om volgende keer nog een keer bij elkaar te komen. Ja, ik denk dat we zeker nog wel een keer gaan afspreken. Ja. Zeg, en hoe werkt het dan precies? Hoe werkt, het is nu niet bij ons, maar wat moet je dan doen? Eigenlijk moet je het inbeelden als een kleine avocado. Daar is het ook op gebaseerd. En je houdt dat in de hand. En dat toestelletje zet uit en krimpt en geeft je zo een ritme aan dat je moet overnemen met jouw adem. Dus je ademt eigenlijk mee met dat toestel. Dat is de basisfunctionaliteit en dat is ook wat dat ons onderscheidt van andere producten. Daar hoort ook een applicatie bij voor mensen die extra features willen, zoals bijvoorbeeld een stemassistent dat begeleiding geeft. Of dat je biofeedback wilt krijgen. Dus dat je ook kunt kijken wat de impact van die ademhalingsoefeningen op jouw lichaam is. En dat kan je dan zien in de app. Op basis van je curve van je hartritme, hartritmevariabiliteit en niveau van coherentie. Ja. Het is gewoon een geavanceerd hartcoherentietoestel. Eigenlijk inderdaad. Zo, een moderne jasje. Een fancy misschien, ook. Is dat niet tof dat ik het zo zeg, maar zo klinkt het wel. Zo is het inderdaad. Maar voor ons is het nog belangrijker, want niet iedereen gebruikt de hartcoherentiefunctie. Die zit er natuurlijk in. Maar voor velen, bijvoorbeeld mensen met slaapproblemen, die gebruiken dat echt puur als adembegeleider. Dus mensen die zeggen, ik lig in mijn bed, ik kan niet goed slapen 's nachts, ik lig dan te piekeren. En misschien weet ik wel dat ademhalingsoefeningen goed voor mij kunnen zijn, maar ik ben zo hard aan het piekeren dat ik zelfs afgeleid ben van mijn ademhalingsoefeningen. Ja. En dan haalt je je Moonbird erbij en je ademt mee met dat toestel. En dan eigenlijk is dat iets heel intuïtief, omdat het net een tactiele beweging is. Dat is ons oerinstinct bijna, doordat we voelen. Dat is een van de oudste manieren waarop wij communiceren. En je ademt mee met dat toestel en dan eigenlijk adem je jezelf gewoon in slaap. Ja. Bon, dat is toch hoe ik mijn Moonbird bijna elke nacht gebruik om in slaap te vallen. Ja. Oké, super. Ja. Zeg, en de Moonbird, waar koop je dat dan of waar vind je dat dan? Voorlopig enkel nog op onze eigen website. Oké.
Ja, voorlopig enkel daar. Ja. Ja. En wat kost het voor de mensen die geïnteresseerd zijn, die aan het volgen? 159 euro. Oké. Okay. Ja, ja. En daar zit alles in, de applicatie en de Moonbird. Ja. Okay. En dat werkt op batterijen of... Je laat dat gewoon op. Opladen. Ja. USB-kabel? Ja, USB-kabel, ja. Oké, okay. Ja. Ja. Ja, ik denk heel praktisch. Ja, ja, zo simpel is het. Ja, ja, ja. 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 Okay. Zeggen ook voor kindjes of alleen voor volwassenen? Voorlopig hebben we hem ontwikkeld voor volwassenen. Maar dat is iets waar we zeer graag iets aan willen doen. Omdat we eigenlijk die feedback van gebruikers gekregen hebben. Die zeiden van, ik gebruik dat zelf, ik ben met ademhaling bezig. En mijn dochtertje kon niet goed slapen. Ik heb dat eens aan haar gegeven. En dat werkt voor haar ook heel goed. Ja. En dan hebben we gezegd van, oké, dat is fantastisch. En zo zijn er ondertussen nog veel verhalen naar ons toegekomen. Van, laten we dan eens nadenken hoe dat we die Moonbird misschien kunnen optimaliseren. Of aanpassen dat hij ook voor kinderen ontwikkeld is. Misschien is dat eenvoudig door te zeggen dat de Moonbird dan oortjes krijgt of een vachtje of zo. Iets stof, een knuffelbeerachtig ding. Dat weten we nog niet, maar dus daarvoor gaan we een project opzetten om dat wel te gaan onderzoeken. Ja. En daar zouden wij zeer graag mee samenwerken met artsen en gerenommeerde mensen uit het veld. Nee, maar ja, er zitten heel veel leuke dingen in de pipeline. Gewoon omdat er is heel veel te doen rond ademhaling. Mm-hmm. Er wordt vandaag heel veel gedaan rond meditatie al. Daar zijn heel veel apps voor handen. Maar ademhaling is denk ik zo het precies nog het stiefbroertje van meditatie. Maar eigenlijk is dat ook heel belangrijk. En daar is gewoon nog niet zoveel om te doen. Of zijn nog niet zoveel producten voor. En daar willen wij ons steentje bijdragen. Ja. En allee, als werkvloermens weet ik dat ademhaling daarop inspelen een heel, heel krachtige methode is. Nog krachtiger dan meditatie. Hè? Ja. Het werkt zeer goed in, ook op biologisch niveau. Hè? Voilà, meditatie helpt ook heel goed, maar dat is redelijk cognitief. Mm-hmm. Terwijl dat met je ademhaling, dat is iets waardoor je echt fysiek iets verandert in je lichaam, gaat je ook... Ja, fysiek dingen veranderen en kom je eigenlijk echt heel snel tot rust. Ja. Terwijl bij meditatie moet je je gedachten leren omgaan met je gedachten en zo. Ja. En de combinatie van de twee is natuurlijk supersterk en zo. Maar ze zijn eigenlijk een beetje anders. En dat vind ik wel heel interessant. Vandaag wordt er vaak over dezelfde kam geschoren. En dan zegt iedereen, ja, meditatie en ademhaling, dat is hetzelfde. Maar het ene is iets heel cognitief en het andere is iets heel fysiek eigenlijk. Ja, terwijl het een groot... impact heeft op je denken, op je voelen. Ook. Ja, klopt. Ja, daarmee dat ik er al mee in aanraking was gekomen dat mijn core business onder andere is stresshantering. Ja. Ja. Ouders, iedereen die kinderen heeft, weet dat is heel tof, maar dat is bij momenten ook helemaal niet tof en heel vermoeiend. En ademhaling is inderdaad iets dat je altijd bij hebt. Ja. En als je daarmee kunt werken, dat heeft onmiddellijk effect op je stressregulatie. Ja, en het is ook niet altijd mogelijk... onderbreek mij als ik mij vergis of zo, maar niet altijd mogelijk om op dat cognitieve te werken, denk ik. Omdat vaak mensen zo gestresseerd zijn. Ja, en te moe zijn. En dan lukt dat niet om te zeggen, stop met nadenken of doe dit of doe dat. Ja. En dan is het best om eerst op dat fysieke te werken en te zeggen, we gaan even kalmeren. We gaan tot rust komen, hè? Op adem komen, daar komt dat ook van. Ja. Om dan te zeggen van, oké, dan kunnen we cognitief misschien iets veranderen. Ja. En ik ben ook fan van het tactiele, want dat is inderdaad iets dat zeer goed werkt. Hè? Ja. Dat is ook veel makkelijker en heel toegankelijk. Ja. Dus, Het is super tof om de feedback ook te zien van de eerste gebruikers. Want 1,5 jaar geleden hadden we een idee. Ik doe het samen met mijn broer ook. Wij hadden een idee. We ontwikkelen dat. Maar je weet niet wat gaat dat geven als dat op de markt komt. En nu hebben we toch de eerste gebruikers en daar feedback van. Er zijn er ondertussen al een hele hoop. En dat is hartverwarmend om te zien dat mensen echt zeggen van voor mij is dat een soort van houvast. Mm-hmm. En dat ondersteunt mij echt. Dat brengt mij rust en zo. En dat was onze bedoeling. En dat is gewoon super tof om te zien. En klopt dat? Jullie zijn eigenlijk gewoon een entrepreneur. Jullie zijn een privé-initiatief. Het is eigenlijk business, jullie business. Ja. 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 Maar ik heb zelf een PhD gedaan en zo, dus onderzoek is voor mij, of de academische is eigenlijk heel belangrijk. Ja. Daarom ook dat we een PhD'er, een postdoc'er gaan aannemen eigenlijk om heel snel in te zetten op onderzoek. Ja. En we hebben ook een samenwerking met professor Steven Laurijs, omdat we eigenlijk constant mee willen denken over hoe kunnen we hier meer fundamenteel onderzoek doen rond meditatie, rond ademhaling, om dat domein gewoon uit te breiden. Ja. Hè? Ja. Daar is vandaag gewoon nog heel veel over te ontdekken en te bewijzen van hoe dat eigenlijk echt werkt. Ja. Ja. Dus dat is super tof om daar... En Binu, mag Stefanie eens langskomen om eens te zien wat ze bij jonge kinderen kan? Ja, graag. Ja, ik moet zeggen, ook... misschien zijn er nog mensen die aan meeluisteren zijn, die dat hebben, of misschien niet. Maar zo, als het zo privé wordt, hoor ik altijd iets meer wantrouwig. Ik snap dat. Tegenover, Eva kwam hier iets verkopen en dat was vanuit de overheid. Ja. En ik weet het niet... Misschien is dat fout, hè, Nico, dat ik zo denk. Maar dat stelt me altijd gerust van, als de overheid er al... Dan zijn die al heel wat screenings gepasseerd. En er is ook dus geen persoonlijk gewin. En dat is misschien anders. Mm.
Wat zou jij daarover willen meegeven? Mag ik daar iets op zeggen? Ja, ja. Dat is heel herkenbaar. Ja. Dat is niet alleen in de GGZ zo, maar dat is in alle sectoren zo. Dat men kijkt altijd zo'n beetje dubieus van, is dat wel oké? Maar we hebben eigenlijk geleerd dat dat wel oké is. Hè? Waarom? Omdat mensen zoals Stefanie, die hebben ook gewoon een missie van de zorg beter maken en mensen helpen. En soms ook, soms ook vanuit hun eigen ervaring of in de omgeving. Dus de drive is gewoon helemaal oké. Ja. En natuurlijk, er moet ook iets gemaakt en gekocht worden. Dus daar hangt ook wel een businessmodel rond. Ja. Maar dat is helemaal oké, in onze beleving. En twee, wat dat voor onze leden, of vanuit een InfoCare netwerk wel helpt, is het moment dat wij zeg maar iets on stage brengen, of hier in de studio brengen, of in onze nieuwsbrief brengen, dat wil zeggen dat we dat wel gescreend hebben. Hmm. Dat wil zeggen dat wij daar grondig naar gekeken hebben van, is dat wel oké? Is dat een goede oplossing? Hoe is dat team daarachter? Want is dit een drive goed? En dan hoeven de leden zich in principe daar ook geen zorgen over te maken. Het is ook oké. Dat is misschien extreem om te zeggen, het is van de overheid, het is oké. En het is van in verkeer, het is oké. Dat is misschien overdreven. Maar het is wel een soort van label van, het is oké. En dat is wel fijn, hè, want er is ook heel veel, en daar zijn we vaak naar op zoek, net als die online hulp-apps, hè, van hoe gaat het kaf van code scheiden? Precies. Ja. Maar geslaagd slaat daar wel de nagel op zijn kop, want dat was inderdaad de reden dat het mij aantrok. Mm-hmm. Omdat ik voelde dat jullie missie heel zuiver is. Mm-hmm. En dat spreekt aan. Hè? Dus dat is inderdaad hetgeen dat dan het volgende is waar je naar kijkt, van waaruit vertrekt het eigenlijk. Het is heel herkenbaar, want ik heb een academische achtergrond. En dat ging over samenwerking tussen academici en de pharma eigenlijk, industrie. Mm-hmm. Wat dan vaak ook moeilijk is voor vele mensen. Of, die kijken daar raar naar. En ik ervaarde dat ook wel zo aan, bij het pharma. En daar is een boek over geschreven dat ze noemt. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Mm-hmm. Maar dat is iets, denk ik, dat komt van nature uit. Dat is iets dat ons overkomt of zo. Ja. En nu heb ik dat dan zelf in bedrijven gestart. Inderdaad, niet met het dingen van we gaan veel geld verdienen. Maar gewoon omdat dat een goede vorm was om dat te gaan doen. Omdat ook vaak in de academische wereld dingen wat trager gaan. We hadden dit nooit kunnen doen in één jaar waar we vandaag. Daar kan je dan soms jaloers op zijn. Ja. Dan denk ik, wij blokkeren vaak op subsidies, op heel veel goede ideeën die daar een stille dood sterven. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook weer het voordeel. Ja. En dat is de toegevoegde waarde die jij ook onderschrijft. Dat is een verhaal. Ja. Goed, maar ik zie onze 10 minuten zijn alweer gevlogen. Stefan, heel fijn dat je hier was. Nee, bedankt. Volgende keer kom je terug met de Moonbird. Ja. En dan gaan we samen eens oefenen. Ja. En nog veel succes. Dank je. En tot binnenkort. Bedankt. Bye. Er komt nog een andere start-up nu. Die ken ik niet. Nee, dit is totaal anders. Dat is Bloomup. Hallo. Dat is niet Bloomup, dat is Clovis van Bloomup. Hallo. Die ken je niet, hè? Nee. Ja. Voilà. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Ja, ja. Ik hoop dat ik echt van me kan meedromen met jullie. Ja, voilà. Hè. Ja, ja. Clovis, wat is jullie droom? Ja, wel, onze droom is eigenlijk om aan de hand van een platform, een online platform, de geestelijke gezondheidszorg zo laagdrempelig mogelijk te maken. Zowel aan de kant van de cliënt eigenlijk, als aan de kant van de therapeut, de klinisch psycholoog of psychotherapeute, en ook aan de kant van de werkgever. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn nu, is voor zorgen dat als je een bepaalde nood hebt aan mentale zorg, dat je ergens terecht kunt en dat je aan de hand van een aantal vragen een voorstel krijgt van professionals die je kunnen begeleiden daarbij, om naar een oplossing te zoeken. Dus 3 korte vragen die online gegeven worden. Die worden ingevuld. Daarna krijg je een voorstel van 3 professionals. Het is heel duidelijk wie dat is. Er staat een fotootje bij. Je krijgt een soort van bio. Je weet welke soorten methodieken dat die toepassen. Het is ook duidelijk op welke waar dat ze zich op focussen als professional. En de prijs is ook heel duidelijk. En als ze dan kiezen om verder te gaan met een van die 3 professionals, dan kunnen ze eigenlijk een gratis introgesprek aangaan. Om echt te kijken of dat er een klik is tussen die professional en tussen de cliënt. Het is niet zo heel lang, dat is een kwartiertje. En wat dat ze daar dan eigenlijk in doen is, ze leren elkaar kennen. En dan gaat de professional ook iets dieper ingaan op wat zijn de problematieken en hoe zie ik dat als professional om dat op te lossen. Ja. Dat echt heel duidelijk is. En vanaf
moment dat de cliënt voelt van ik heb echt een klik, ik wil hier verder mee gaan, dan kunnen ze een betalend gesprek inboeken. Ja. En dus wij voorzien eigenlijk met Bloemen die ganse flow. De match. En wij ontlasten dat. Wij matchen. Wij zorgen ook dat dat allemaal ingeboekt staat. Wij zorgen voor de omkadering en het videogesprek. We willen daar echt veel verder in gaan en echt heel dat therapeutisch traject op de voet volgen en aan beide kanten eigenlijk assisteren. Zeg, en wie is jullie pool dan van hulpverleners? Wie zit daarin? Ja, we hebben nu een goede 75 hulpverleners die bij ons zijn aangesloten. Dus we hebben ook een echte community opgericht. Dus stel, ik ben therapeut. Ja, dus ik kan mij kandidaat stellen. Ja, en dat zijn klinisch psychologen of psychotherapeuten. En die moeten voldoen aan de regels van de VOD. Ik mag al niet meedoen, want ik ben psychiater. Ah. Dus dat mag niet dan. Nee, psychiaters zullen ook wel mogen bieden. We werken vooral de mildere klachten. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus we hebben er nu toch al een 75-tal die op ons platform zitten. En screent je ze ook? Of, ja, wij screenen ze. Of ik mag mij gewoon aanbieden en ik zit daarmee in? Dus als je je registreert, dan komt dat bij ons terecht en dan gaan wij je diploma bekijken en gaan wij kijken of dat je effectief voldoet aan die regels van de FOD. Dan gaan wij een gesprek opzetten met u om te kijken hoe goed je bent in dat videobellen. En als wij zien dat goed en vlot verloopt, dan mocht je bij ons aansluiten. En nu, in deze prille fase van Bloemen, zijn we ook wel nog op zoek naar therapeuten die echt geloven in ons verhaal en mee hun schouders willen zetten daaronder. Ja. Want we hebben echt die community gemaakt, omdat we... ik doe zelf de productontwikkeling binnen Bloemen. En het is superbelangrijk dat ik die feedback van al die psies meekrijg en dat mee het product vormgeeft. Ah, dus als er een cliënt bij die therapeut is geweest, geeft die feedback over die therapeut? Voorlopig nog niet. Ah, maar dat zou je wel naartoe willen gaan. Ja, ja, ja. En dus je krijgt dan een ranking eigenlijk. Dat vind ik echt... Oeh, dat is spannend ranking, voor jou. Booking.com van de psycholoog. Ja, 5 sterren. Ja. Maar ik zou het niet zo... ik kijk eerder zo richting... Ik denk dat het Airbnb of Uber is, waar dat je dan bepaalde aspecten en kenmerken naar voren geschoven worden, die dan door andere cliënten... We lachen daar een beetje mee, met die sterren, maar even serieus, dat is wel een vraag van de gebruiker. Hè? Hmm. Die willen als ze aan mij vragen, Binou, naar wie verwijst jij mij? En dan vraagt men eigenlijk naar de sterren. Hè? Naar een goede iemand verwijzen. Hè? Dus de cliënt die wil eigenlijk gewoon... Goede hulp hebben en weten van, als ik daarbij terechtkom... Dan zit ik goed. Mm-hmm. En ik denk dat dat zeker een van de manieren is waarop dat wij ervoor kunnen zorgen dat die informatie veel sneller tot bij de cliënt komt. Ja. Ja. Want ik ervaar dat inderdaad als een en ik denk niet alleen hoor, als een heel groot probleem dat als je wilt verwijzen en in de regio van je patiënt of je cliënt, hoe je het ook wilt noemen, en je kent daar niemand, Hoe begin je daaraan? Je hebt natuurlijk ook socialekaart.be. Hoe verhouden jullie zich daar tegenover? Ja, wij... Dus een van de sterktes van ons is dat wij momenteel geen wachttijden hebben. En dat doen we vooral... Dat is sterk, ja. Dat doen we vooral omdat we... dus ons netwerk is heel uitgebreid over gans Vlaanderen. En omdat we dat online trekken, dat gegeven, dan kunnen we eigenlijk beroep doen op de therapeuten en de psies die weinig wachttijden hebben of wachtlijsten. Inclusief degene die in het buitenland zitten. Maar de therapie zelf is wel live. Alleen dat eerste gesprek is een videogesprek. Je kunt zelf kiezen. Dus, wij kunnen, dus het kan blended zijn. En wij voorzien wel dat er altijd mogelijkheid is om het online te trekken. Ja. Wij zorgen ook voor de betalingen. En hopelijk binnenkort ook eens kijken naar terugbetaling. De cliënt betaalt dus via jullie de therapeut. Ja. En staat de therapeut dan een percentage af? Momenteel zijn wij zelf nog een beetje op zoek naar wat het verdienmodel zal zijn. Ja. Maar tot voor kort was het zo dat er een bepaald percentage dan naar ons zou gaan. Ja. Inderdaad. In ruil dan voor alle extra services dat we bieden. Dus agenda booking, de betaling, de De boekhouding dat we afprinten voor voor de therapeut. Daar zullen ze veel blij mee zijn. Ja, maar administratie en therapeuten... Dat was voor mij echt wel een eye-opener in het begin. Zo, plots die vraag zo van, we willen eigenlijk gewoon dat de boekhouding uitgeprint wordt. Ja. Zeg, en waar situeren jullie je? Is dat overheid, privé? Privé. Bloemop, dat is privé. We zijn gestart als een VZ2. Dat was aan het begin van de COVID-crisis eigenlijk. Ja. Dat heette toen Telecorona, VZ2.
Die naam kun je niet blijven meepakken. Nee. We waren toen ook met 15 vrijwilligers. En ja, met vrijwilligers is het soms wat moeilijk, zeker als je er 15 hebt, om een degelijk product in de markt te zetten en daarmee iets te gaan doen. Maar wij zagen eigenlijk na heel korte tijd van, ja, er zit echt iets in. Er is veel vraag naar. Er waren heel veel mensen die spontaan naar ons kwamen van wanneer gaat je live gaan. Wat is als voorlancering? Hadden we, denk ik, al een goede 30, 40 therapeuten die op ons platform zaten. We waren nog niet eens live. Mm. En dan in september vorig jaar hebben wij beslist om dat professioneler te gaan aanpakken. En dan hebben we gekeken binnen die groep van die vrijwilligers van wie wil hier nu eigenlijk fulltime zich op gaan zetten. En zo zijn we nu met een team van een vijftal. En we zijn in december gelanceerd vorig jaar. En het gaat goed nu. Ja, top. Ja. Dus, Clovis, voor de mensen die aan het kijken zijn, het zijn vooral professionals, dan denk ik een warme oproep voor therapeuten, psychologen, absoluut, geen kinderpsychiaters die aan het kijken zijn, die mogen zich aansluiten. Gewoon naar bloemen.org bij gaan. Bloemen.org. En daar kunnen ze zich aansluiten. En we zijn nu vooral op zoek naar professionals die Frans en Engels spreken. Ja, cool. Want hoe groter de community, hoe meer impact inderdaad in de samenleving. Ja. En als we die wachtlijsten willen kort houden, dan moeten we ook zorgen dat we een grote community hebben. Hè. Goed. Ja. Clovis, we gaan jou en jouw team heel veel succes er nog bij wensen. Ik vind het heel leuk dat je er mocht zijn. Hè. Super. En we hopen dat platformen meer en meer gebruikers krijgt langs beide kanten. En op die manier ook weer de wereld en de zorg een beetje beter maken. Super. Dank je wel. Dank je wel. Voilà, Tineke, Binu. Binu, ja, altijd leuk, zo die jonge ondernemers, met veel goesting en toffe ideeën. Hè. Van de ondernemers gaan we al over naar misschien totaal iets anders. We hebben het er al over gehad, hè, naar de wereld van design, van inrichting, architectuur. Mm-hmm. Tineke Voorblijts van Vitra. Ja. Voor de kijkers die het nog niet doorhebben, we zitten ook een beetje in de Vitra-studio, hè, omdat we sinds meer dan een jaar samenwerken met Vitra Circles. Ik veronderstel de mensen... Ken je Vitra Circles? Ja. Ik ben hier de naïeve vandaag. Nee. Misschien moet je eerst eens aan de mensen zeggen, Vitra Circles, wat is precies Vitra Circles? Ja. Vitra Circle is deel van Vitra. En Vitra is een Zwitsers meubelfabrikant die zich al meer dan 80 jaar inzet op het verbeteren van interieurs door de kracht van goed design, zeggen we. Dat is op verschillen, dat is zowel op vlak van producten als op vlak van inrichtingsconcepten. En Vitra Circle sluit daarop aan. Het begrip heeft circulariteit in zich. En Vitra ontwikkelt meubels met het idee dat die een heel lange levensduur kunnen hebben. Daarom worden die quasi tijdloos vormgegeven en kwalitatieve materialen gebruikt, component gebaseerd, zodat iets makkelijk vervangen kan worden of gerecycleerd kan worden op het einde van de levensduur. Maar dat kan zijn na 10, 30, 40, 50 jaar, 60 jaar. Dat is prachtig, soms, hè, want duurzaamheid is... Ja. Ontwikkeld voor die lange levensduur past een meubel soms niet meer in een bepaalde inrichting. En via Vitra Circle kan Vitra die meubels terugnemen, reinigen, nakijken en dan terug gaan aanbieden met een garantie, zowel aan particulieren als aan bedrijven. En zo hebben al deze meubels die je hier ziet ook al een ander leven gehad. Och, echt waar. Ja. Leuk, hè? Ja, dat is leuk. Ja. Ja. En zo zijn wij eigenlijk aan de babbel geraakt. Ja. En toen bleek eigenlijk dat... ik ben een Vitra-fan, ik beken. Hè. Dat Vitra eigenlijk ook gewoon veel doet in de gezondheidszorg. En we hebben het gehad over... Ja, al over de healing environment en healthy environment. En ja, met Tineke aan de babbel geraakt. Dat was echt super interessant, wat die eigenlijk allemaal aan het doen zijn, ook in kinderpsychiatrie. Misschien moet je daar iets over vertellen, want het zal voor benieuwd wel interessant zijn. Die hebben in Genk iets gedaan, hè? Ja, dat is een project geweest via Ozar Architecten. Zij hebben kinderpsychiatrie Genk ingericht. Dat is prachtig, hè? Ja, ze hebben daar ook gekozen voor de meubels van Artek, dat deel is van de Vitra-groep.
Omdat dat ook mee hun principes ondersteunde van kwaliteitsvol inzetten, de lange levensduur, de materialen die gebruikt werden. Omdat zij er ook in geloven dat dat bijdraagt aan het welzijn van de mensen die een gebouw gebruiken. En dat is, je hebt langs de ene kant de bouwschil, die kan bijdragen door ventilatie en echt op vlak van infrastructuur. Maar inrichting kan daarin ook heel veel betekenen. Absoluut. Ik hoorde u het daarnet ook al eventjes over uw bureau zeggen. Ja, daar geloven we ook wel in. Ja, en jullie helpen daar ook echt mee met jullie netwerk en jullie team om organisaties daar ook bij te helpen, hè? Om op die manier te bouwen, in te richten? Ja, we hebben ook een methodiek waarbij dat we samen met bouwheer en de ontwerpers in dialoog gaan om de juiste creatieve briefing te krijgen, noem ik het. Om iedereen in dezelfde richting te krijgen en ook een aantal functionele noden. Functionele eisen zijn makkelijker te vertellen voor mensen vaak, wat dat ze graag willen. Maar ook om die emotionele noden naar boven te brengen. En dat doen we eigenlijk door associatieve beelden en andere technieken om iedereen daarin op een gelijk niveau comfortabel te laten voelen om over interieur en wat dat ze daarvan verwachten op vlak van comfort en om hun eigen welzijn te bevorderen, om daarover te praten. En zo die briefing voor architecten die dat dan het mee gaan realiseren verder uit te werken. Ja, mooi. Zeg, en zie je daar ook evolutie in zo doorheen de jaren of de laatste jaren, dat er meer en meer aandacht voor is? Ja, dat is zeker en vast. Ja. Het is zeker en vast niet nieuw. Het is al Vitruvius, de Romeinse architect, was al bezig met de bouw en het lichaam. Florence Nightingale had aanbevelingen rond ventilatie. Waar moeten de ramen zijn? Waar moeten de bedden staan? Zodat mensen zich daar goed in gaan voelen. En wij hebben zelf met Alvar Aalto, de Finse architect die dat onder andere de medeoprichter van Artec was, die heeft het Paimio-instituut gedaan, wat een voorbeeld is van human-centered design, toch nog tot op vandaag. En dat was in de periode, de jaren 20, tuberculose, het begin 20e eeuw, de tuberculoseperiode. Dat is zoiets wanneer er altijd extra aandacht is voor de mensen. We merken dat nu ook. Corona, Corona heeft scherp gesteld op: hoe gaan we met ruimte op? Hoe kunnen we die flexibel gaan? Zowel voor de mensen, hoe gaan ze flexibel zijn? En ook, hoe gaan we flexibel met ruimte omgaan? Bij tuberculose was dat ook. Dan zijn de grote sanatoria ontstaan. Onder andere het Paimio-instituut van Alvar Aalto is daar een van de voorbeelden van. Hij is zelf een lange periode ziek geweest. En hij heeft vanuit zijn eigen observaties heel de ruimte gaan ontwikkelen vanuit een horizontaal perspectief. Van als patiënt. Ja. En daarop heeft hij het sanatorium ontwikkeld. Dus er was sowieso die grote terrassen, die ramen. Maar hij heeft echt gekeken van: hoe kan ik bepaalde stressoren uit de ruimte gaan wegnemen? Bijvoorbeeld voor iemand die langdurig ligt, het water. Het water dat verbruikt wordt. Dat kan rustgevend zijn, het geluid van water. Maar iemand die lang bedlegerig is, kan dat als stressvol gaan ervaren. En daar had hij allemaal oog voor. En ook van: hoe kan ik positieve afleiding bieden door texturen, door kleuren, door aan al die dingen gaan te denken. En dat is echt een heel mooi project. Maar er is heel veel aandacht voor. Er zijn verschillende concepten die dat daarin spelen ook. Ja. En tegelijkertijd heb ik het gevoel binnen dat er in de gezondheidszorg daar nog relatief weinig aandacht voor is. Ja, ik vind wel dat het aan het schuiven is, hoor. Ik merk het toch in mijn eigen omgeving. Wij zitten bijvoorbeeld nu in Gasthuisberg in een nieuwbouw voor kinderpsychiatrie. En daar is toch met veel zorg gekeken geweest. Een aangenaam gebouw om in te bewegen. Ook hoe dat die kindvriendelijk ingericht is. Dus ik vind wel dat het schuift. Maar nog altijd merk ik wel dat de basishouding is: het gaat over de relatie, maakt niet uit waar we zitten. En dat is ook wel zo. Als een contact echt goed is, vergeet je de omgeving wel een beetje. Maar een omgeving faciliteert enorm. Hè? Gewoon al de stoelen, hoe dat die zitten. Ik denk, bijvoorbeeld voor mij is het fijn dat ik leuning heb. Ja. Dat maakt dat ik hier langer ontspannen kan zitten. En dat faciliteert iets wel. Ja. En dan denk ik, dat is toch wel goed dat dat in de aandacht is. En daarmee vroeg ik me af: we hebben altijd weer kort tijd hier, maar zo binnen de geestelijke gezondheidszorg, als je nu, want wij praten veel, hè? Allee, of wij willen veel praten, zal ik zo zeggen. Als je zo
in een gespreksvoeringsruimte zou zitten, waar zat je... Wat vind je zelf? Dat, daar moet je nu toch echt op beginnen letten. Zo van, dat is nu toch een fundamental. Daar mocht je nu niet de bal niet meer naast slaan. Wat zou je daar rond iets kunnen meegeven? Ik denk het huiselijke karakter, dat, je daar, dat daar een belangrijke factor is, dat mensen zich comfortabel voelen. Weg van het instituut aan zich. En hoe zouden we dat zo snel kunnen creëren? Zodat dat je een beetje vergeet dat je in een ziekenhuis zit of in een therapieruimte zit. Het hangt altijd van het geheel af, van de omgeving. Ja. En we proberen daar door de keuzes van meubilair ook wel op in te spelen. Door daar warme materialen, door daar ook rekening mee te houden. Ja. Maar het hangt altijd van het geheel af dat, dat er ontworpen wordt. Dus dat het zoiets gemoedelijks heeft als, als dit hier. Alsof we in de living van Nico zitten. Zo. Ja, wel, ja, maar het uitgangspunt van deze studio was, die moet ook anders zijn dan de andere. Die moet ook een soort van warmte uitstralen, een soort van sfeer. Ja. En dan zijn we inderdaad ook samen meubilair gaan kiezen in de Vitra Circle. Hè. Ja. En ja, dat werkt eigenlijk wel, zo om daar samen zo mee bezig te zijn. Dus, ja, leuk. Misschien moeten ze jouw bureau eens onder handen nemen. Ah, wel, ja. Ik ben wel benieuwd, want ik werk natuurlijk nog heel specifiek met die hele kleintjes. Ja. Zelfs binnen geestelijke gezondheidszorg vraagt men vaak, wat doe jij eigenlijk? Hè? Zo van... Degenen die met jongeren werken of met lagere school, wat doe jij daar met die kleintjes? Die kunnen niet praten. Ja. Dus ben ik ook wel benieuwd naar uw blik dan. Van, ah ja, hoe zou je voor die patiënten een omgeving kunnen creëren die helend is op zich al? Dat zou, ik zou het wel boeiend vinden. Ja, dus heel welkom. Ja, dat doen we een extreem makeover van uw bureau. Van hun bureau voor de volgende keer. Ja. Voor u. Maar het is wel belangrijk. Hè. Iemand die gelooft dat het kan bijdragen aan het welzijn van voor uw organisatie iets kan betekenen. Dat het zowel voor uw interne, voor de medewerkers, als voor uw bezoekers iets kan betekenen. Dat is echt het begin om samen... Want ik hou bijvoorbeeld zelf, omdat ik met babytjes werk, heel veel rekening met licht. Dus ik zal mijn plafondlicht, dat het ziekenhuis daar standaard heeft geïnstalleerd, heb ik gevraagd, ik wil een dimmer. Want die babytjes kijken zo. En dat is heel... Hè? Dus ik zal veel meer met indirect licht werken. Mijn zetel is inderdaad ook laag, dichter bij de grond. Ik werk niet met een hoge zetel, hoge stoelen. Dat zijn dingen waar ik al mee bezig ben. Ik zou graag... willen bijleren. En ik denk dat wat je voorstelt, is denk ik in het algemeen wel boeiend. Dat we zo kruisbestuivingen hebben. Dat mensen als u eens binnenwaaien en zeggen, ja, maar wacht. Hè. Dat of dat. Ja, daar, met daar een andere blik. Ja, met een hele, met nieuwe ogen zo, die wij niet meer hebben. Hè. Ja. Kijk, dat lijkt mij een strak plan. Ja. Ik hoorde straks Patrick al iets zeggen over die healing environment. Ja. Het is begonnen met het gezonde gebouw, de infrastructuur. Dan healing environment sluit dan aan bij die omgevingspsychologie. En op dit moment wordt er veel gewerkt met de WELL Building Standard. Dat is het eerste internationale certificaat dat echt vraagt om rekening te houden met de architectuur en ook met het welzijn van de gebruikers binnen dat gebouw. En dat is nu toch iets waar meer en meer aandacht voor is vanuit bouwheren zelf. Ook architecten zijn daar heel veel mee bezig om daar toch een goed... iets te kunnen afleveren. Ja, en dat is een belangrijke... Want nu terug bij dat verhaal van mijn bureau, dat was in mijn assistentiejaren te komen. Als ik dan met verlof was, was dat het meest gegeerde bureau. Niet dat ik daar zo heel goed in ben, maar het was wel grappig dat men zei, ja, als men een bureau zoekt om gewoon wat in te werken, gaat men altijd in de nieuwe zitten. Dat is de reden dat alles hier zo voortdurend anders ligt en als jij dat achterlaat. Omdat dat onbewust, denk ik, toch echt wel werkt, hoor. Waar voelen wij ons goed om ons werk ook te kunnen doen? Want... Allee, ik zit soms 10-11 uur in mijn werkruimte op een dag. Hè? Ja. Ik geloof dat ook heel sterk. En ik denk, er is een quote van Maya Angelou, waar ik grote fan van ben ook. En die zegt, people will forget what you said, people will forget what you did, but will never forget how you made them feel. Ja, en dat vind ik zo mooi. Dat is een mooie. Maar dat is gewoon om mee af te sluiten. Ah, wel, voilà. Ja, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Nee. Tineke, dank je wel. Dank je wel. Voor deze bijzondere kijk ook wel op de geestelijke gezondheidszorg, op de zorg en waar we elke dag mee bezig zijn. Ik hoop dat de mensen die aan het volgen zijn ook wel geprikkeld zijn om er zelf ook verder over na te denken en samen ook wat dingen op touw te zetten. Dus hartelijk dank. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Ja.
Dat is iets anders, hè? Architectuur, design. Ja. Voilà. Ja. En nu komt dit totaal iets anders. Kijk, we blijven geprikkeld. Voilà. Dat is Joke. Dag Joke. In alle eerlijkheid, Joke stond eerst niet op het programma. Dat is waar. Ja. Maar er viel een mail in de bus, eind vorige week, denk ik. Ja. Van, ons project en we zijn klaar en we gaan lanceren. En ik vind, oh, wat? Iets nieuws, iets dat klaar is, iets innovatiefs en iets super tof. Mm-hmm. Dat moet er sowieso bij. En voilà. Dus ook bedankt dat jij nog tijd wou. Ja, nee, dank voor de uitnodiging. Super blij dat ik onze app Live City mag voorstellen. Ja, voilà. Dus het gaat over een app. Misschien Joke, jezelf. Je werkt aan Hogeschool Gent. Ik werk aan Hogeschool Gent. Ik ben daar projectcoördinator van het FATE-project. En FATE staat voor Faciliterende IT in de Hulpverlening. Mm-hmm. En ik ben daarnaast ook nog projectmedewerker op een project rond biodivers zorggroen. Want het is hier ook al een paar keer van de omgeving, hoe belangrijk. Mm-hmm. Ja. Dus we zijn onder andere tuinen ook aan het inrichten rond zorginstellingen om te zien in hoeverre dat een effect heeft op het welzijn van patiënten. Mm-hmm. Ik wil dat hier gewoon zijlings vermelden, omdat het toch ook wel hier al een paar keer aan alles is geconnecteerd. voilà. Maar je hebt de voorbije jaren heb je schouders gezet onder een Live City. Ja. En voor wie en wat doet de Live City? Dus de vraag die eigenlijk tot bij ons was gekomen vanuit de jeugdhulp was: hoe kunnen wij beter met kinderen, jongeren in gesprek gaan? Hoe kunnen wij hen motiveren om in gesprek te gaan? Hoe kunnen wij dat gesprek faciliteren? Omdat dat vaak niet over gemakkelijke onderwerpen gaat. En hoe kunnen wij ook bijdragen aan die hulpcontinuïteit? Hè? En wij zijn dan met collega's toegepaste informatica beginnen brainstormen, samen met de mensen vanuit de jeugdhulp. Hè? Dus zowel begeleiders als kinderen, jongeren als ex-cliënten. Mm-hmm. En dan zijn wij uitgekomen bij een app die we samen met hen ontwikkeld hebben. Design is ook door hen gekozen. En het wordt eigenlijk voorgesteld als een stad. Dus de kindjes die loggen samen met een begeleider in de app. Zij kiezen een avatar en kunnen dan op ontdekking in de stad. En in de stad zijn eigenlijk een aantal thema's uitgewerkt die veel aan bod komen in individuele begeleidingsgesprekken in de jeugdhulp. Want op het moment dat kindjes in de jeugdhulp toekomen, krijgen zij vaak een trajectbegeleider toegewezen. Een begeleider die hen volgt gedurende hun hulpverleningstraject. En via die stad krijgen ze eigenlijk een aantal handvaten om met die kinderen in gesprek te gaan. Maar het kindje houdt eigenlijk de regie. Dus hij kiest een avatar en gaat op ontdekking. Ja. Zo is er een park uitgewerkt in de stad. En het park is eigenlijk een plek om aan emotieregulatie, eerst emotieherkenning en dan regulatie te gaan doen. En wij stellen daar eigenlijk verschillende modaliteiten ter beschikking. Want niet iedereen is eventalig. We zitten ook vaak met een toch divers publiek. En ze kunnen eigenlijk via een teken-app een tekening maken van hoe dat ze zich voelen. Dat is zeer in detail uitgewerkt. Ze kunnen decors op de app slepen. Ze kunnen dan hun eigen avatar erop, maar ze kunnen zelf ook nog zaken tekenen. Er is ook een emotieavatar dat ze kunnen inkleuren. Want soms is er iets gebeurd met dat kindje op school of in de voorziening of thuis. En kunnen zij hem moeilijk onder woorden brengen. En dan kunnen ze eigenlijk starten met inkleuren van een emotieavatar. Mm. Dus dat is iets dat ze eigenlijk op de app dan slepen. Bijvoorbeeld, ik voel mij heel erg boos en ik voel dat aan mijn buik. En dan kunnen zij dat eigenlijk kleuren en op die manier eigenlijk hun emoties onder woorden brengen. Dus dat is in het park. Er zijn er ook een aantal methodieken opgenomen om dan daar rond met het kindje in gesprek te gaan. Van oké, kijk, jij bent toen heel boos geworden. Hoe zouden we nu kunnen zorgen dat jij de volgende keer niet direct ontploft en begint te schoppen of zo. Dus er zijn een aantal methodieken die eigenlijk de hulpverlener dan moeten ondersteunen in het gesprek met het kindje. Voor welke leeftijd is de... Het is eigenlijk voor lagere schoolleeftijd. Oorspronkelijk was het 8 tot 12. Maar ondertussen, want we hebben nu een testjaar achter de rug, zien we dat eigenlijk voor jongere kinderen. Mm-hmm. Zo eerste leerjaar, dus 6 tot 12. Maar ik had vorige week een gesprek met een consulent van de Gentschap Opgroeien en hij had het met een jongen van 16 en dat was eigenlijk ook gelukt. Goed, nu, het is wel zo, wij zijn ondertussen ook een app aan het ontwikkelen voor jongeren 12 plus. Die zal qua design al iets anders zijn. Dus het hangt een beetje af van of dat kinderen zich nog in het design vinden. Ja. Want het is alleen met avatars die gekleurd zijn, ook het stad en zo. Maar in principe voor lagere schoolleeftijd, maar goed, een beetje afhankelijk van het ene kind tot het andere kind. Ja. En dan heb je in het park, dus je hebt dan het park voor de emotie en dan heb je ook nog een boomhut met een schatkist daarin in de stad. Dus dat zit dan in het bos verborgen. En daar kunnen kinderen eigenlijk rond hun eigen krachten en talenten gaan werken. Mm. Wat kan ik goed? Wat helpt er mij? Dan hebben we ook nog een wolkenkrabber. En de wolkenkrabber is om te gaan werken rond mijn dromen, mijn doelen. Mm. Dat is het handelingsplan. En wat we vaak van
van kinderen hoort, van ja, de handelingsplan, dat is voor mij zoiets dat ik moet doen. Ik kan me daar weinig bij voorstellen. Dat is iets veraf, dat is niet van mij. En met die wolkenkrabber hebben wij dan, kunnen ze dan bovenaan een doel omschrijven. En kunnen ze dan met hun avatar eigenlijk de verschillende verdiepjes gaan omhoog klimmen. En per verdiep kunnen ze dan een subdoel definiëren met ook een aantal acties onder. Mm. En ook van, wie kan mij helpen bij het bereiken van mijn doel. En dan hebben we nog de cinema. En de cinema is een plek om te werken rond een levensverhaal. Omdat heel veel van die kindjes, die hebben niet een fotoboek waar dat ze een keer kunnen een verleden of bladeren. En is eigenlijk een manier om foto's te gaan bijhouden van belangrijke gebeurtenissen en op die manier hun leven een beetje in kaart te brengen. Mm. We zien ook dat er heel vaak wissels zijn tussen in een keer een pleeggezin, een nieuwe voorziening, weer een andere begeleider. En van die jongeren hadden we eigenlijk gehoord dat het altijd opnieuw een verhaal moeten vertellen, dat dat niet evident is. Mm. En met die cinema willen we daaraan tegemoetkomen. En dan kunnen ze eigenlijk met een filmpje tonen van, kijk, dat ben ik. Dat zijn voor mij belangrijke gebeurtenissen. Daar moet je rekening mee houden als je met mij het traject volgt. Ja. En dan hebben we nog een bibliotheek ook uitgewerkt. En de bibliotheek is het archief. Dat wil eigenlijk inzetten op die hulpcontinuïteit, omdat we gemerkt hebben, dat is ook een beetje het plan ook, van de Vlaamse regering. We willen meer inzetten op die trajecten. Eén begeleider die een kindje blijft opvolgen, los van voorzieningen, over de grenzen heen. En doordat alles digitaal wordt bijgehouden, is het ook gemakkelijker om een overdracht te doen, omdat alles eigenlijk rond het kindje bewaard blijft, om het zo te zeggen. Het dossier verhuist eigenlijk mee met het kindje. Ja. Het kindje is de toegangspoort tot de app en kan eigenlijk van gelijk waar terug in zijn stad tonen en tonen van wie ben ik nu, wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn krachten. En dan hebben we nog een rugzak. Er is heel veel in de app. Heel veel in de app, ja. En de rugzak zijn eigenlijk, wat helpt er mij, wat zijn mijn hulpbronnen? Mm-hmm. Ook wel om het een beetje in kaart te brengen van de context van die jongeren. We willen zeker ook wel, het is hier al een paar keer gevallen, van die steunfiguren die zo belangrijk zijn, die buddy. Eigenlijk om het kindje de mogelijkheid te geven om die eigenlijk altijd zichtbaar te houden. Mm. Ook als het kindje de hulpverlening verlaat, zelfs als die 18 is, kan eigenlijk die rugzak bewaard blijven op een telefoon. Om, als ik het moeilijk heb, wat helpt er mij? Wat hielp er mij vroeger? Helpt mij dan nog altijd? Om dat eigenlijk in kaart te brengen. En opnieuw op verschillende manieren. Dat kan met een tekening, met een filmpje, met een YouTube-filmpje, met een muziekje. Ja. Dus alle verschillende. En specifiek ook ontwikkeld voor bijzondere jeugdzorg? Hè? Specifiek voor bijzondere jeugdzorg. Die vraag was tot bij ons gekomen van hoe kunnen wij, geef ons een keer een tool om gemakkelijker met kinderen in gesprek te gaan. En wij merken doordat het digitaal is en dat is een beetje de leefwereld van die kinderen jongeren. Ze zijn daar bijna mee vergroeid. Ik zie dat bij mijn eigen kinderen ook. Merken we dat dat ongelooflijk motiverend werkt. Mm. Kinderen willen en die vragen ook van, mogen we weer met de app en mogen we nog een keer iets vertellen? We zien dat echt werkt. En ook het gaan faciliteren door de verschillende modaliteiten dat je hun aanbiedt. Je verplicht niet om face-to-face van, allee, vertel het nu een keer. Merk dat wellicht, of heb je al gemerkt bij je eigen kinderen, wanneer vertellen ze iets? Als u niet aankijken, bijvoorbeeld vanop de achterbank in de auto. Ja. Mm-hmm. En nu kijk je samen op een tablet en dat werkt echt wel drempelverlagend. Ja. Mm. Ja. Cool. En kunnen de volgers de app nu al ergens vinden? Of is dat nog een goed bewaard geheim? Nee, hij staat ondertussen in de Play Store. Dus daar kun je hem al vinden. Gewoon in de Google Play Store? Ja, de Google Play Store. Ja, het is een Android-app, dus in de Google Play Store kun je de app terugvinden. Nu, de app is sowieso betalend wel, dus hij wordt niet gratis aangeboden. En over welk budget? We zijn daar nog volop in onderhandeling. Okay. Ja. Nu, sowieso gaan we die prijs niet super hoog houden. Allee, dat willen we ook echt wel niet. Ja. Nu, wat er wel belangrijk is voor ons, ik wil daar nog zo een aantal dingen meegeven. Wij merken wel dat een opleiding rond gebruik van de app, het is zeer gebruiksvriendelijk, maar wij merken wel dat het mensen een aantal handvaten geeft van hoe gaat ik met die app aan de slag, dat wel belangrijk is. Ze willen ook een aantal methodieken meegeven en vooral ook de visie rond onze app. Het is rond oplossingsgericht werken ook opgebouwd. Dus we willen zeker ook opleidingen geven bij het gebruik van die app. Maar, verstaan mij niet verkeerd, eigenlijk is het nog niet zozeer
om onze app. Eigenlijk gaat het niet over het hoe, maar vooral het waarom. Wat willen wij? Wij willen vooral het terug emotioneel verbinden met kinderen. Wij willen kinderen terug de controle geven. Dat zijn vaak kinderen die al van het kastje naar de muur, die heel veel verschillende begeleiders, die weinig vertrouwen hebben. En wij merken nu, na het testjaar, dat het toch wel lukt om met kinderen door in zo'n app bezig te zijn. En eigenlijk weer een beetje, want dat is eigenlijk mooi om te zien, sommige van die begeleiders, die zeiden van, allee, hoe was dat nu weer? En hoe moest ik dat nu weer opslaan en dingen. En dan zie je dat kindjes die regie overnemen en zeggen, maar ik weet dat nog. Of, ja, maar het is waarschijnlijk hier die knop. En dan zie je die kinderen eigenlijk wat floreren, omdat ze zo zelf iets kunnen doen. En, dus het gaat vooral over het terug emotioneel verbinden via een app. Dus, super. Het kun je daar begeesterd over. Ja, ik wou net ook zeggen, fantastisch enthousiast. Ik ben eigenlijk ook al, ik was daar net ook aan het denken van, zo 20 jaar geleden was ik zo wel bezig met, hoe kun je kinderen, jongeren een stem geven? En dat was toen, 2001, het grote euthanasie-debat in België van, moeten we hier een wetgeving? En dat was toen even van, in een Nederlands voorbeeld, moeten ook kinderen en jongeren toegang hebben tot die wet? Moet die wet ook voor hen er komen? Dat ik dacht van, allee, en er heeft nu eigenlijk nog niemand een keer aan kinderen en jongeren zelf gevraagd van, kunnen jullie daar nu over beslissen? Is dat een beslissing? En ik ben toen zo met mijn auto vol met van die gigantisch grote bakken met touchscreens. Dat was toen nog een tablet en zo, dat bestond nog niet. Heel Vlaanderen rondgetrokken. Ik heb toen 2000 jongeren bevraagd rond, wat is jullie mening daarover? En ik heb daar toen ook de pers mee gehaald. Maar ik vind het zo belangrijk om niet over mensen heen te praten. Om echt mensen een stem te geven. En ik denk ook met onze app kunnen we daar ook in slagen om jongeren weer de regie te geven. Om mensen ook, wat is voor mij belangrijk in zo'n gesprek? Wat wil ik onthouden? Wat wil ik meenemen? Wat zijn mijn hulpbronnen? Hè? Dus voilà. Vandaar. Joke, we gaan vandaar hier moeten afronden. Ja. Maar de begeestering is fantastisch. Hou die zeker. Ja. En inderdaad een mooie boodschap van, om dingen samen te dus gaan. En niet over. 16 september. Ik zal daar nog wat reclame rond maken. Ja. Dus fantastisch. Iedereen welkom. Goed, Joke. Veel succes. Veel succes. En ja, tot binnenkort. Hè. Ja. Super. Dank je wel. Joke. Nou, Bino, dat was super enthousiast, hè? Ja. Ook heel leuk. En voor bijzonder jeugdzorg, een sector die we misschien soms een beetje vergeten als we het hebben rond innovatie en zorg. Dus heel mooi. Ja. We gaan eindigen, Bino, met Christophe. Goeiedag, dag Nico. Van Liantis. Bino. En we gaan eigenlijk eindigen met deconnecteren. Oké. Christophe, ik ga jou even expert deconnecteren noemen. Mag ik dat? Dat mag je. Ja. Christophe geeft opleidingen aan bedrijven, organisaties. Ik doe meer dan dat, maar onder andere dat. Om eigenlijk te leren deconnecteren. Ja, dat is misschien een beetje een rare boodschap nu, gezien dat we de hele avond hebben gesproken over apps en online websites. Maar ik vind het mooi. Het hoort erbij. Klopt. En ik ga ook zeker niet zeggen van blijf weg van apps en blijf weg van het online. Maar ja, zoals met zoveel zaken, hoe kunnen we dat doen? Met maten in principe. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch nog bewust blijven van dat? En heb je zo wat tips voor ons en voor de zo'n top 3 of zo van hou rekening met of doe dat? Ja, we kijken altijd naar bijvoorbeeld heel interessante fenomenen. Een studie dat we nu bijvoorbeeld zien, zijn wanneer medewerkers met de fiets bijvoorbeeld naar het werk gaan en terug. Vaak als we met de auto zitten, dan zijn we nog altijd continu, dan blijven we vaak nog geconnecteerd. Dan, ofwel gaat het dan over mensen bellen continu, of voor de kinderen te gaan ophalen, ik zeg maar iets. Maar wanneer dat we dan opeens in de met de fiets naar huis gaan, dan zijn we echt even compleet uit die omgeving. En dat is ook vaak het eerste dat we aanraden. Doe iets waar je zelf eens een keer compleet controle over hebt, waar je echt zelf eens een keer iets anders doet. Gewoon, ja. En voor sommige mensen kan dat dan een hobby zijn, van een sudoku-puzzel tot in hun tuin werken, tot effectief naar huis fietsen. We zien dat ook vaak het mentaal welzijn ook verhoogt. Maar dus niet Netflixen. Niet. Ga iets doen. Dus dat klopt. Hè. Dus, dan zien we dat vaak. Ja, omdat dat een manier is dat heel vaak onderling wordt gezegd. Van, ik ben mijn serie gaan binge-watchen en dan ben ik er ook van weg. Maar dat hoor ik u niet zeggen. Hè? Nee. Het kan op korte termijn werken om eens even, dat is misschien gewoon even stoom af te blazen. Hè. Maar concreet gedeconnecteerd zijn we dan niet. Hè. Dus wat verstaat je daar eigenlijk onder deconnecteren?
deconnecteren, kijken we dan vooral naar hoe kunnen we nu eens echt een keer op onszelf eens een keer alles ervan wegdoen. Om u een voorbeeld te geven, dat we kijken bij andere soort studies, dat we ook bijvoorbeeld de jobsatisfactie veel hoger wordt, naarmate dat we even alles wegzetten en ons puur kunnen concentreren. Dus echt werk weg? Of is het meer dan werk? Digitale meer. Het digitale weg, ja. Scherm weg in elke vorm. Ja. Klopt. Ja. Is het eerst soms zo van sommige bedrijven die bijvoorbeeld de mails niet meer laten binnenkomen na 6 uur of na 8 uur 's avonds of in het weekend? Ben je daar voorstander van of ben je daar fan van? Of als je dan denkt rond connecteren, ja, als je ondertussen dan toch op je tablet van alles blijft doen, dan ben je ook niet echt gedeconnecteerd? Of? Ik kan niet zeggen dat die oplossing voor elk bedrijf werkt. Dus elk bedrijf, en dat vind ik wel het hele leuke daaraan, dat elk bedrijf zijn eigen oplossing ook biedt. Mm. Ik herinner bijvoorbeeld, er was binnen Liantis ook een bedrijf dat we hebben begeleid. Een bepaald bedrijf dat eigenlijk 2 medewerkers had. En die ging eigenlijk elke mail dat binnenkwam, dat was maar op 2 momenten. En die ging die 1 keer in de voormiddag verspreiden naar alle medewerkers, want alle mails kwamen binnen bij hem. En 1 keer in de namiddag. Dus dat deconnecteren verhaal en dat digital detoxen, dat is niet enkel na de werkuren. Want dat is dan spreken we over individueel niveau, maar dat is ook op het werk zelf. We maken het continu mee. Binnen de zorgverlening zijn we bijna allemaal nog. Dat is een van de sectoren waar dat meest connectie nog bij zit. Mm-hmm. En dan nog samen met dienstverlening in het algemeen en commercieel. Waar dat we bijvoorbeeld alle shiften bijvoorbeeld via WhatsApp worden gecommuniceerd. Daar raden we zeker niet aan. Mm. Dus het is wel heel belangrijk dat al die bedrijven daar goed over nadenken over wat dat voor hen kan werken en wat niet. En dat zijn allerlei verschillende zaken dat we nu ook zien en dat nu ook een stroomversnelling heeft genomen door middel van corona. Ja. Waar dat bijvoorbeeld allemaal verschillende vormen mee worden geëxperimenteerd. En dat is wel heel leuk als we dat zien vanuit Liantis, wat dat bedrijven allemaal kunnen doen. En dat gaat dan bijvoorbeeld van een receptenboek bijvoorbeeld geven van medewerker tot medewerker, waar dat iedereen dan iets mag inschrijven en dat je dan moet gaan naar de volgende. Tot zelf een directeur die een hele koffiebar van medewerker naar medewerker gaan om een keer informeel te kunnen spreken bij hem in de tuin. Dus dat was ook wel heel tof. En Christophe, jullie bij Liantis, jullie begeleiden dan bedrijven om dat soort van oefening te doen? Ja. Klopt. Wij gaan altijd verschillende oefeningen maken, waarbij dat we maken nu eigenlijk, als we kijken naar beleidsvorm, want we kunnen dat zowel top-down benaderen vanuit beleidsaspect en teamaspect als individueel. Individueel gaat het dan bijvoorbeeld over bepaalde momenten van je eigen controle, van je eigen moment van rust kunnen vinden. Elke gsm is daar nu ook van voorzien dat je je eigen schermtijd in de gaten kan houden, dat je instellingen kan geven, dat je profielen kan opmaken zoals iedereen kent de vliegtuigtoestand. Mm. Dat je ook daar dieper op kan ingaan. Bijvoorbeeld dat je kan zeggen van oké, een bepaald profiel en na 6 uur krijg je dan geen Outlook mails meer binnen bijvoorbeeld. Mm. Andere zaken gaan we dan bepaalde opleidingen organiseren, een paar weken terug zelfs nog maar, waar we dan met directeurs 3 dagen lang concreet gaan kamperen, terug naar de natuur en allemaal survival technieken. En dan op collectief niveau kijken we dan naar een concreet beleid waar dat we dan het verschil maken tussen geconnecteerd of gedeconnecteerd en bereikbaar of niet bereikbaar. En de instantie bereikbaar geconnecteerd, dat is logisch, dat zijn gewoon de werkuren die je dan kan zeggen. Niet geconnecteerd en niet bereikbaar is ook heel logisch, verlof. Hè. Ook daar begint vanuit de wetgeving veel meer aandacht naar te komen. Hè. Zo is er ook onder andere een keer een zware fout gebeurd, waarbij een medewerker bijvoorbeeld eens moest ontslagen worden. De directeur was niet bereikbaar, want die was op vakantie. Normaal gezien moet dat dan binnen de 3 werkdagen gebeuren. Dan de medewerker wordt ontslagen, maar die heeft dat dan gedaan direct na zijn verlof. En dat werd nog geaccepteerd door de rechter in de rechtbank. Hè. Misschien een iets wat ander verhaal, maar om maar mee te geven dat er vanuit op federaal niveau ook meer aandacht naartoe gaat. Ja. Maar de interessante combinaties zijn vooral als je gaat kijken dat je geconnecteerd bent en niet bereikbaar bijvoorbeeld. En dat kan bijvoorbeeld zijn, en dat zien we nu ook bij bepaalde bedrijven, dat ze zeggen, oké, vanaf nu gaan we elke dinsdag voormiddag
van 9 tot 12 gaan we niet meer bij elkaar binnen. Dan kan iedereen zich gewoon rustig concentreren op zijn werk. Sturen we geen mails meer uit, sturen we geen chats, noem maar op. Nu komt ook het nieuwe fenomeen sinds corona, is het Teams, dat je continu op, dus via daar bereikbaar moet zijn. Doen we die communicatie allemaal niet en dan blijven we gewoon gefocust op ons werk. Mm-hmm. Of het omgekeerde, dat we dan wel bereikbaar zijn, maar niet geconnecteerd. Dat kan dan bijvoorbeeld zijn bij bepaalde permanentiemomenten bijvoorbeeld. Om nu allemaal lichte voorbeeldjes te geven, maar die oefening gaan we dan maken per bedrijf om daar een beleid op te Super. Interessant om over na te denken in de tijden dat we al bijna altijd geconnecteerd zijn. Hè. Dus als organisaties daar hulp of ondersteuning bij willen, dan kunnen ze jou of Liantis contacteren, Christophe. Ja, klopt. En dan doen ze die oefeningen. Misschien moeten wij die ook maar eens doen, Bino. Christophe, blijf er gerust bij. We gaan afronden. Bedankt voor jouw komst en voor de insteek om ook na te denken over het deconnecteren in deze online tijden. Hè. Mm. Voilà, goed. Bino, we zijn aan het einde gekomen. Ja, hè? Ja, het is voorbij gevlogen. Hè? Ja, hè? Ja, giga. En het is hier nog... Ja. Ook qua warmte, oké, wat een beetje schrik van. Het is nog van, net te doen, ja. Val nog net mee. Goed, Bino, ik ga jou heel hard bedanken om hier vandaag bij ons te zijn. Met veel plezier gedaan. Ik heb er zelf ook ontzettend van genoten. Ja, dus dank je wel voor de uitnodiging. Voilà, het was superleuk om jou erbij te hebben. Ja. En ook super interessant. En jullie wil ik graag bedanken om ons summer event online editie mee te volgen. Ik ga meteen van de gelegenheid gebruik maken om jullie een ontzettend fijn verlof al toe te wensen met veel tijd om te deconnecteren en om je te laten inspireren. En hopelijk zien we elkaar vanaf september ook eens in levende lijven terug. Ik kijk er in elk geval naar uit. Tot binnenkort.